Hessel, volgens mij zijn we niet helemaal bij het goede park aangekomen. Het moet nog even een stukje verder, denk ik. Nou ja, let's go. Dat was leuk, hè? Nou, hebben we toch nog de goede weg gevonden uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. Ja, we gaan natuurlijk niet met de boot, net als vorig jaar. Nee. We gaan lekker met de tjuk-tjuk, de treintje. Ja, we gaan deze keer twee keer met de Eurotunnel van Calais naar Folkestone. Ja, en daar wacht eigenlijk al een uur rijden onze allereerste park. Ja, dus het is eigenlijk een reisdag, maar ook meteen onze eerste pretparkdag. Ja, klopt zeker. Ja, het is een heel nostalgisch park met ook een achtbaan die volgens mij meer dan 100 jaar oud is. Ik geloof 102 of 103 jaar. Ik zoek zo meteen de informatie wel weer op. Ja, en in ieder geval, ja, het is echt weer heel gaaf, want er stond ook een spiraalglijbaan. Echt een beetje een nostalgisch parkje, wat ik al zei. En ja, het eerste park van de trip al gelijk. Het is echt gelijk knallen. Eigenlijk een tweede technisch gezien dan. Ja. Soort van, ja. Scherp. En zo komen we bij de Eurotunnel. Paspoort bij de hand en dan gaat het goed komen. Bijzonder gezicht zo, hè? Ja, Lord Broekhuis, nou dat klopt wel, hè? Ja, het is weer zover. En we gingen de auto even parkeren, want we moesten een uur wachten voordat we konden gaan met de tunnel onder water. En zo naar Engeland natuurlijk. We gingen even kijken bij dit kleine winkelcentrum. Ja, we zijn nog even in de winkel aan het kijken. Hè? Lekkere dingetjes. Ja, allemaal tijdschriften en Listerine, als je het nodig hebt. Ah, het zijn allemaal van die travel spulletjes, hè? Ja, nou ja. Altijd handig. Uno. Oh, dat is leuk. Dat is echt een leuk spel. Had hem gezegd, ik heb hem thuis liggen. Ik ook. Oh. Maar niet meegenomen. Oh. Stitch ook? Oh, die is ook wel heel leuk, zeg. Ja, van alles, joh. Altijd leuk om mee te nemen. Nou, even Starbucks. Dat is wel lekker, hè? Warm chocomeltje. Ja, altijd lekker. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja, Hessel. Ik kom mijn chocomel niet eens opdrinken. Nee, we zijn alweer aan de beurt. Dus, ja? We gaan even naar de paspoortcontrole. Oh jee. Ja, jij met je criminele gezicht natuurlijk. Ja, dat is niet te vertrouwen. Dat snap ik ook wel. Ja, we hadden eerst een controle in Frankrijk. Of nou, in Frankrijk voor de Franse... De Franse border control, ja. En dan daarna bij Engeland. Ja, dus eigenlijk twee keer achter elkaar. Ja. Beetje apart, maar op zich ook alweer begrijpelijk. Ja. Ja, en nu staan we te wachten voor we de trein in kunnen. Ja, we hadden ook geen criminale achtergrond. Dat scheelt dan ook weer, hè? Nou ja, gelukkig hebben ze niet goed gekeken bij mij, maar goed. We gaan nu in ieder geval de trein op. Heel gaaf, zeg. Heel gaaf. Het was een grapje natuurlijk. IVD als je meeluistert. Ja, als raar. Ja, wie weet. Ik hoop het niet. Ja. De tunnel is gebouwd in 1988, althans, daar begonnen ze aan. Het duurde 6 jaar, hè? Ja, 94 is hij uiteindelijk geopend. Dus dat is al best wel een oude tunnel. Ik dacht namelijk dat hij in 2000 was gebouwd. Maar ja, blijkbaar is hij al een stuk ouder dan ik dacht. Ja. Nou ja, we gaan nu naar beneden. Spannend, hè? Ja, ik ben benieuwd. Leuk. Tweede keer voor Hessel ook. En voor jou de derde dan? Of ja, de vierde keer. Ja, vierde keer. Met schoolreis nog. Goed onthouden. Ja, ja. Ja. Forbidden on board, as they interfere with our fire detection systems. Haut-parleurs affichés sur les écrans d'information ou donnés par l'équipe. Hessel, adem in nou, hè? Ja, oké. Okay. Ja, we zijn er bijna. Op het strand nog, hè? We hebben nog een lange weg te gaan, dus. Zo. Ja, je voelt die druk wel, Hessel. Nou, zo druk vind ik het anders niet hier, hoor. Dus, En meestal zo'n kauwgompje helpt natuurlijk. Heb je ook als je opstijgt in het vliegtuig, dan voel je ook bepaalde druk natuurlijk. Ja, dat is toch dat verschil van luchtdruk inderdaad. Ja. Ik bedoel, we zitten nu misschien 100, bepaalde meter onder de oceaan. Dus, Ik heb nog geen vissen gezien door de raampjes. Dat is wel een beetje jammer, ja.
Ja, ik zei net al, het voelt heel apart. Je zit zeg maar ook in je auto. Je voelt dat je beweegt, maar je beweegt niet. Nee, we komen niet vooruit. Het is net alsof je zeg maar in een soort van simulator zit. Nou, onze eerste, tweede attractie. Dus de tweede attractie van de dag, ja. Ja, we zijn er. Dat is mooi. Hé, hey, gefeliciteerd Hessel. Welkom in Engeland. Nou, jij ook. Ja, dankjewel. Nou, we gaan lekker reizen nog even. Een uur, toch? Een uur nog rijden. Ja. Ja, we zijn tijd gaan reizen, Hessel. Het is 10:50 ineens. Marty. Marty, we have to go back in time. Zo. Links, 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 links. Ja, ja, ik hou het in de gaten, En daar zijn we dan bij het eerste parkje, wat leuk. Dreamland. Ja, van de achtbaan ook. Wauw. En daar komt de achtbaan, samen met ook je bagagekist. Wat grappig joh. Ja, het is echt een heel leuk park. Uiteraard wil ik niet te veel laten zien in deze vakantievlogjes. Want dat verklapt natuurlijk een hoop weer. Maar echt aan het genieten. Het zonnetje breekt weer door. Het was eerst aan het regenen. Dus nou, helemaal gelukkig. Ja, dit was wel een leuk parkje, Hessel. Ik heb wel genoten. Ja, het was heel compact. Heel klein. Niet het kleinste park wat we gaan bezoeken deze trip. Maar ja, je merkt dat we alweer aan zee staan. Want ik heb de microfoon nodig. Er staat flink veel wind hier. Dat geloof ik graag. Ja, heerlijk. Nou, we gaan er even 2 uur rijden naar het appartement. Ondertussen even eten, want er staan een flinke file. En ja, we gaan het wel zien, toch? Of niet? Ja, sowieso. Tuurlijk. Nou, let's go. Ja, we zijn er. De Brewers Fair. Zeg het goed? Zoiets. Nou, we kunnen hier al van alles bestellen. En dan moeten we, zeg maar, zeggen wat we willen. En dan tafel nummer 35. Ja, bij de bar moet je dat dan aanvragen. Ja, toch? Nou, kom goed. Vast wel. Oh, dit ziet er heel goed uit. Steak, kippie, uieringen. En jij hebt een lekkere Malse burger, zie ik. Een lekkere kipburger. Lekker hoor. Eet smaak, jongen. Ja, joh. Dankjewel. Och, dat was zo lekker. Blijkbaar had ik dus iets besteld wat ik eigenlijk niet wist, want ik dacht van ja, doe maar wat. Maar ik had dus kipspiesjes of kippie. Ja, kipstukjes. Ja. Ik had een biefstukkie. En achterham. En achterham, uieringen en ook nog frietjes. En ik kreeg het niet op. Ja. Ik wil net zeggen, ja, dat is goed voor elkaar, joh. Ja, maar ze hebben me geholpen gelukkig met het eten. Ja, het was wel veel volgens mij. Ja, het was dus, echt veel. Ja, ik had gewoon trek in, gewoon van alles. Ja, zo, ik heb nog een klein blundertje meegemaakt. Maar dat vertel ik zo even op de hotelkamer. Zou ik zeker doen. We zijn op de bestemming aangekomen en volgens mij is ons verblijf in dit gebouw. Wauw! Nou, na wat inbraakpogingen is het gelukt. Gelukkig wel. Ja, je hebt de code gekregen, want je kreeg aanwijzing, dit moet je doen, dat moet je doen. En de deur is dat. Oké, okay, nou, kijken. Oh, if you need parking space... Please use the left side of the drive. Oh, daar zet ik hem zo meteen. Ja, dat is goed. Nou, wij gaan even naar binnen. Ik ben benieuwd. Ziet er heel leuk uit ook. We hebben een prachtig uitzicht over het water. Mij benieuwen. Zo. Moet eens kijken. Zo. Oké. Okay. Wauw. Ziet er heel leuk uit, zeg. Oh, wat leuk, zeg. Ja, hè? Nou, gaan we even kijken. Want het gaat dus helemaal door naar deze kant. Oké. Okay. Links, rechts. Zie je wel een grote kamer. Zo! Een lichtje? Ja, hier. Kijk eens. Wauw, luxe hè? Achter jou gaat het nog verder door. Nou, ik laat maar zien. Oh, kijk, hier is de andere slaapkamer. Kijk eens even. Maar wat hebben we hier dan nog? Oh, hier is de keuken. Jeetje, wat groot, joh. Jeetje. Oh, en een bad of niet? Een bad? Oh, dan gaan we vanavond eventjes... ga ik even... Ik wil zeggen, we gaan er niet samen in. Nee. Ik vind je heel lief, maar... wat hebben we hier dan? Oh, dat is een andere deur. En de keukentje. We zijn hier maar 1 nacht, dat is wel jammer, hè? Ik wist niet dat dit zo groot was. Echt niet normaal.
En dat voor, volgens mij heb ik iets van 80 euro? 80, ja, zoiets. Nou, dat hebben we goed gedaan, zeg. Lekker, man. Nou, dan gaan we even wat... echt grote kamer daar, zeg. Jeetje. Dat is echt netjes. Ik loop achteruit. Niet goed. Nou, we gaan even dingen inladen. Of even uitladen in dit geval. En dan zien we jullie zo weer, toch? Ja, maar mooi is... Ik wil even één ding laten zien. Ja. Kijk. We hebben dus uitzicht over zee. Zo, inmiddels even aan het afkoelen hier buiten. En Hessel vertelde mij dat hier de Theems helemaal stroomde. Dan gaan we eventjes dichter bij het water kijken. Ja, de Theems die gaat dan naar de rechterkant, zeg maar, richting Londen toe. En die stroomt dan door Hartje Londen heen. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar daar in de verte zijn allemaal lampjes. En die zijn van South End Pier. En South End Pier... Dat is iets, daar gaan we morgen ook heen. Daar ligt namelijk ook een van de pretparken waar we morgen heen gaan. En dat is de langste pleasure pier ter wereld. 1,3 mijl. Dus dat is grofweg gezegd bijna 2 kilometer lang. En 2 kilometer lang gaat hij, zeg maar, de zee in. Dus dat is best wel bijzonder. Er gaat ook echt een tram overheen om weer naar de andere kant te komen. Dus misschien als we morgen tijd over hebben, kunnen we dat nog even doen. Ja, voordat ik de blunder natuurlijk vertel, nog even iets heel leuks. Hey Alexa, play Spotify Vincent Chauffeur. I can't find songs by Vincent Chauffeur on Spotify. But you did last time, and now we're recording and you don't know. Da Vinci nou Vincent Chauffeur. I can't find songs. Wat je hebt net gedaan en het wil ik... Hey Alexa, play the last song you just played. Pakt hij hem dan? Hey Alexa, play the last song you played. Alexa, play Spotify Vincent Chauffeur. I can't find Fred, stop! Nee, je wist het net. Vincent Chauffeur. I can't find Hey, Alexa, stop! Play Da Vinci Style Spotify. Da Vinci by Weezer. Nee, geen Da Vinci! Nee, je wist het net! Nee, stop! Alexa, stop! Alexa, stop! Alexa! Stop! Nee, Alexa, stop! Stop! Het moet lukken! Je moet het lief vragen. Okay. Hey Alexa, can you play on Spotify? Vincent Chauffeur. I can't find... Nee, je wist het! Play Vincent Chauffeur. Playing Vincent Chauffeur by Da Vinci Style from Spotify. Oh. Yes! Woo! Alexa, stop! Stop! Alexa! 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 Hey Alexa, stop! Stop! Copyright! Hey Alexa, stop! Stop! Hey Alexa, continue! Alexa, stop! Ja, en dan gaan we afsluiten met de blunder. De camera is net als vorig jaar gewoon kapot gegaan. Hij toont kuren, een zwart beeld en ik heb hem al laten repareren, maar blijkbaar is hij teruggekomen. Het is eigenlijk een beetje een hardnekkig virus eigenlijk, hè? Ja, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Of de camera heeft misschien een hekel aan Engeland. Dat zou je bijna denken, ja. Maar gelukkig heb ik een reserve bij me. Daar heb ik vorig jaar van geleerd. Toen had ik gelukkig wel eentje meegenomen. Maar dat heeft wel de rit, of eigenlijk de reis, gered. Gelukkig. Ja, dus deze ga ik even opbergen. Die gaat weer naar de reparateur natuurlijk als we terug zijn in Nederland. En wij gaan in ieder geval verder filmen. En hopelijk heb je genoten van deze video. Laat vooral even een duimpje achter ben je nog niet geabonneerd. Klik op abonneren en morgen zijn we terug met weer een nieuwe video. Leuk! Hey Alexa, speel de Vinkstel op Spotify. Nee. Stop. Zo, goedemorgen iedereen. Welkom bij deze nieuwe video. We gaan even lekker ontbijten natuurlijk. En als het goed is staat de thee al helemaal op natuurlijk. Dat zou mooi zijn. We hebben heerlijke thee hier zo. Het is misschien wel heel erg Engels, ik weet het niet. Het heet Twinnings. Het heet Diggest Spearmint Apple en Rooibos with Babau. Babab, zoiets.
Hessel, waar ben je, jongen? Oh, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb theetje. Dat is lekker. Heb je ook koffie? Of heb je ook van die mokken? Nee. Ik heb maar één hand. Nou, ik zou zeggen, loop maar alvast in het pak op. Zo, kijk eens. Nou, helemaal toppie. En vandaag gaan we naar twee parken. Ja, er staat weer mooi wat op de planning. Ongelooflijk. Welke parken zijn het eigenlijk? We gaan eerst naar Adventure Island. Dat ligt hier in Southend, waar we nu slapen. Oké. En daarna gaan we naar Clacton Pier. Oh. En dat is een uurtje rijden. Ja, want daar zijn als het goed is ook televisieopnames. Ik weet niet of het een spelquiz is. Ik heb geen idee, maar... Geen idee, maar dat zeiden ze wel toen ze een bericht hadden gestuurd. Ja, dus, we hebben geen tijd voor jullie. Maar we willen wel heel graag natuurlijk komen voor wat daar te zien is. Ja, dus, daarom. Ja. We gaan even ontbijten en tot zometeen. Zo, dat was het appartement voor vandaag. Het allereerste. En zoals gaat even de kluis weer even kraken natuurlijk. En dan gaan we naar het eerste park. We gaan even naar de Engelse Lidl. Wel links lopen dan, hè? De linkerkant. Ik ja. Links aanhouden. Zo, geslaagd, Hessel. Klein beetje boodschappen gedaan? Ja, van alles wat, toch? Ja, ik heb zoveel keuze. De keuze is reuze, toch? Ja, oké, dat is waar. Nou, we gaan snel verder en dan start het eerste park om 11 uur, hè? Ja, ik weet niet hoe laat het is, maar ik denk bijna tijd. Ja, gaan we gewoon daar vast naartoe, toch? Precies. Waar zijn we dan aangekomen? Het is een best wel... Een mooi park, ziet er goed uit. 5 achtbanen ook gewoon. En natuurlijk de officiële spiraalglijbaan. Wauw. Nou, we moeten even wachten, het park gaat dadelijk open. Onze eerste attractie, kijk nou. Ja, hij komt er dadelijk aan. Superleuk dit. Oh, het wordt nacht, ja, wat leuk. Ja, dit is wel Rollercoaster Tycoon hoor. Geweldig. De Crooked House. Ja, hier zien we Rage. Heel mooi gedeelte van het park gezien. En er is nog een gedeelte en daar gaan we nu heen. Moeten we daarheen? Ja. The adventure continues this way. Hij is echt voor de arcadehalletjes, hè. Er staan ook wat indoor attracties. Een schommelboot. Heel leuk parkje. Kijk, qua aankleding is het allemaal wat ja, minimaal, maar de attracties zijn zeker heel leuk bedacht. Met ook een eigen logo soms en een eigen naam. Dat hebben ze goed gedaan. Lekker muziekie. Het is ook lekker druk aan het worden. Veel drukker dan eerder. We waren hier al vanaf 11 uur. En we gaan nog even naar de glijbaan. Ja, daar zijn we weer, hè? Ja, daar zitten we weer in de auto. In het autootje, zoals gewoonlijk eigenlijk. En we gaan naar Clacton Pier. Clacton. Ja, het tweede parkje voor vandaag. Alleen dat is iets verder rijden dan ik nog dacht. Ja. Want het was anderhalf uur rijden en we zijn nu 20 minuten onderweg. Dus ja, 4:15 zijn we daar dan waarschijnlijk. Ja, een beetje laat. Maar als het goed is het park wat kleiner en halen we het allemaal op tijd. Daar ga ik wel van. Ja, en als een beetje stressen, maar dat hoort erbij af en toe. Ja, precies. En dit is een beetje hetzelfde principe. We werken ook met wristbands of met tokens. Oh ja, ik heb hem niet hier nu, maar... En dan moeten we even kijken wat we gaan doen. Ik denk zelf dat we gewoon tokens doen. Ja, ja, ja. En met die tokens kan je dan gewoon toegang krijgen tot verschillende attracties. Er staan geloof ik maar 2 achtbanen of zo. En, ja, ik weet het wel. Er is wel een wildwaterbaan, geloof ik. Oh, dat is leuk. Ja, voor dit weer is dat lekker, ja. Ik weet ook dat ze een hele grote kartbaan hebben. Oh, wauw. Okay. Ja, ik weet dat als je zeg maar die wristband koopt, dat die erbij in zit. Ja. Maar voor de rest, weet ik dat zo niet. Oké. Okay. Maar even kijken straks. We worden verrast weer, hè? Ja, ik weet nu al meer dan ja. Je weet al meer dan 2 seconden geleden. Ja, dat wel. Ja. Nou ja, we gaan dus nog ongeveer 1 uur en 10 minuten confielen ook weer. Een hoop file in Engeland. Ja, daar zijn ze goed in. Ja, ik weet ook niet. Ik dacht in Nederland alleen maar hier is het ook wel aardig. Een beetje. Ja, het was ook een fantastisch park. We hebben echt, of in ieder geval ik, en ik geloof Hessel ook wel. Van Adventure Island. Het was ontzettend leuk. Echt ja, ik vond het echt een verrassend park wel weer ook. Jazeker. Dus jullie zien het allemaal achter elkaar, maar wij moeten even een stukje reizen. En dan zijn we daar bij jullie terug. Ja, voor je het weet beter, hè. Sowieso. En we zijn op de bestemming. Er was nog 1 parkeerplekje. Heel mooi. En Nesso is even aan het betalen. En dan daarachter zou het ergens moeten liggen. Nou, er zijn dus 2 parken hier zo met gratis entree. We hebben een fun park en we hebben nog Clacton. Clacton, ja, Clacton is het. Ja. Achterbaan met een looping zie ik zelfs. En ik zie van jou.
Ja, de Helterskelter, daar is die. Eindelijk. Wauw, wat een baan joh. Ik ben benieuwd. Ja, hè? Ziet er goed uit. Nou, hier staat er wel eentje die we kunnen doen. De Giant Helterskelter. Ja, dit was wel echt een pijnlijke baan hoor. Ja, het was niet de soepelste baan. Ik heb een beetje pijn bij mijn knietjes namelijk. Ja, dat snap ik. Maar het zag er goed uit. En een mooi zonnetje. Ja, een mooi baantje voor zo'n biertje. Absoluut. Maar daarna zijn we naar een ander park gegaan wat ernaast lag. Pavilion Fun Park. Hebben we nog twee nieuwe achtbanen gedaan. Ja, zo kan je ook in de achtbaan zitten, Essel. Waarom niet, hè? Ja, toch? Ja, we pakken nu een achtbaan. En die zit ergens anders, toch? Ja, dat is eigenlijk los van Klek tot Pier. Ja. Dat is Goa. Dat wel leuk. Hetzelfde layout als Julianentoren, geloof ik. Ja, alleen dan geen spinningcoaster. Nee, nee, nee. Jeetje, wat gaat in hard. Ja, ik ga hem even zo zetten. Ja, hiernaast zit dus Clacton Pier. En dit park zit er dan net naast. Het heeft twee kleine mini-achtbanen. En de medewerker liet ons een ritje maken hierin. Super lief. Heel aardig. Normaal moet je een band betalen. Een wristleband. En dan kan je dus voor £12 alle attracties doen hier zo in het gebied. Maar ja, wij doen alleen de achtbaan dan. Nou, dit is dus het park. Het is echt niet heel groot. Het zijn hele leuke attracties. Nou, hier zijn we zojuist in geweest. In deze kleinere achtbaan. De Goldmine. En dan daarachter heb je nog een stuk van het park. Nou, hier staat nog een achtbaan. De Shark Coaster. Eigenlijk gewoon weer een rupsbaan. Maar het zou leuk zijn als we die nog konden doen, Essel. Ja, als we hier toch zijn. Ja, toch? Nou, we mogen nog een ritje maken. Wat super tof. Ja, een leuk feitje. Deze achtbaan staat hier pas 4 dagen. Dus een hele nieuwe baan eigenlijk. En hier nog een midgetgolfbaan. Mooi overzicht van het park. Daar gaat hij. Handje in de lucht. Pavilion Fun Park is eigenlijk voor de kleine kinderen. Staat los van Clacton Pier Park. Concurrent waarschijnlijk. Maar dit is dus voor de kleine kinderen en dat is voor de volwassenen, pubers, ouderen. Dus dat hebben ze mooi verdeeld. Ja, wel bijzonder hè. En dan toch naast elkaar. Absoluut. En ook een nieuwe achtbaan gedaan, ook gelijk. Ja, gewoon letterlijk minder dan een week oud. Ja, ongelooflijk. Geen slijtage ook op de baan. Fantastisch. Nou, we gaan nu richting huis. Heel erg tof en een mooie dag. Hele mooie dag. Ja, precies. Absoluut. Mooi afsluiten dit. Ja. Ja, met naar huis bedoelde ik natuurlijk naar het appartementje. Ja, maar het moet wel als een soort thuis voelen, hè? Ja, dat is zo. Naar Great Yarmouth? Great Yarmouth. Ja. En dat wordt heel leuk, want dat is ook weer een bierplekje of aan het strand. We zijn natuurlijk heel erg de kust, de oostkust aan het doen vandaag. Of eigenlijk een paar dagen. Ja, deze dagen. Ja. Dus het is nog een uur rijden. Gaan we lekker eten eerst natuurlijk. En dan gaan we het wel zien hoe het eruit ziet. Ons appartement, ons huis. Ja, dat schijnt volgens mij ook wel weer een netjes appartement te zijn. Dus, Oké, okay. Ben benieuwd. Ja, ik heb allemaal net appartementen gekocht. Daarom, bij. Bij, ja. En dit is het dan, Netherton Steakhouse. Nou, het oogt eigenlijk als een huis. Apart? Ja. Nou, we hebben een mooi plekje. En een leuk creatief menuutje. Nou ja, we gaan wat nemen. Ik heb dus een soort rundvlees op een stokbrood, geloof ik. En jij hebt iets van sperrips. De ribs. Die ziet er goed uit. Ja, nou, ik smakelijk. Jij ook. Dankjewel. Nom, nom, nom. Lekker, lekker, lekker. Goed gegeten. Ja, was lekker. En dan nog een half uurtje naar het appartement. Bijna, gelukkig. Nou, dat was grappig net, op de radio. Ja, we hoorden net reclame van Pleasurewood Hills. Daar gaan we morgen heen. En daarna kwam er iets anders. Ik dacht eerst van, dat klinkt best wel leuk. En op het einde zeiden ze ineens, Efteling, World of Wonders. Ik dacht al, ik keek Vincent al aan van, dat hoorde jij ook? Ja, Efteling. Wat grappig, op de Engelse radio. Nou, internationaal bekend, hè? Ja. Nou, de auto is geparkeerd. En wij gaan op zoek naar ons appartementje. Ja, volgens mij is het hier rechts.
Oh, hier rechts. Aanwijzingen gekregen. Oké. Nou, we gaan kijken. Het is lekker fris inmiddels. Oké. Ja, flat nummer 7. Oh, flat 7, oké. Oké, nou dan gaan we nog daarheen. We moeten helemaal naar boven. En als het goed is, zit daar dus. Och jeetjes. Zoveel trappen lopen. Oh. Heb je het gevonden? Ja. Oh, kijk eens. Nou, mijn benieuwen. Nummer 7. Brengt dat geluk? Laten we het horen. Ja, toch? Nou, dit wordt ons nieuwe kamertje. Hier, jeetje. Wat een hoop. Allemaal bedden. En dan hier nog een woonkamer. Ah, oh, kijk. Oh ja, leuk keukentje zo. Keukentje, televisie. Ik denk ook een mooi uitzicht. Zal ik even kijken? Ja, op zich redelijk. Oh ja. Nou, leuk. Oké. Gaan we even verder kijken. Dan hebben we denk ik nog gewoon een wc'tje hier zo. Hier kwamen we uit, hè? Ja. Is dit dan nog? Oh ja, badkamer. Wc'tje. Ruikt wel lekker. Met een bad zelfs. Ja. Nou, top toch? Dit ziet er heel netjes uit. Ja, toch? Maar die trappen, dat is natuurlijk... Ja, dat is de enige nadeel. Ja. Kunnen we niks aan doen. Nee. Dat maar 2 dagen. Ja, 2 dagen heb ik. Ja. Nou, Hessel heeft een spelletje bedacht. Ik zal even opstaan, want... Oké, dat is beter. Nou, welkom bij het grote kastjespel. Oh. Ik wil graag dat jij een kast gaat kiezen. Kast 1, 2, 3, 4 of 5. Oké, mag willekeurig iets... Maar eentje mag ik doen. Ja, nou ja, we gaan kiezen totdat je degene pakt die ik wil. Oh, oké. Ik doe, begin maar kastje 3, gewoon in het midden. Nou, meneer, ik kan u vertellen, u heeft hartstikke mooi prijs. Nu al? U heeft namelijk de boiler gewonnen. Oké, dat wist ik niet. Ja, we gaan door. Wat nou, is het? Oh, kastje 1. Nou, kastje 1. Nou, gefeliciteerd. U heeft niks gewonnen. Oké. Hey, helaas. Dat was leuk. Jammer. Kastje 5? Kastje 5. Nou, dan gaan we even kijken. Nou, oh, dat is wel een luxe set. Dat is al wat beter dan die boiler, denk ik. Ja, ik wil liever een vliegende schotel. Kan je die demonstreren? Nou, misschien later. Ja, ja, dit was de video voor vandaag. We hebben in principe gewoon 3 parken bezocht. Dus dat is behoorlijk wat. En morgen gaan we naar Pleasurewood Hills. Ja, mooi hè? Mooi, dat wordt heel mooi. Ja, vond je dit nou een leuke video? Laat gewoon een duimpje achter. En heb je de vorige video nog niet gezien? Kijk die zeker, want dat is hier het begin van onze trip. De reis hier naartoe naar Engeland. Onder water en gedoe met Alexa. Hè? Ja, altijd gezellig, dat toch? Dat heerlijk. Maar we hebben nu even niks geks. Misschien dat nog iets tegenkomen in het appartement. Nou ja, de trappen hier naartoe misschien. Ja, dat was wel gek genoeg. Ja, nee, zeker. Nou, in ieder geval, tot de volgende keer. Tot morgen weer. En vergeet niet te abonneren. En tot snel. Doei. Vincent. Vincent, ben je al wakker? Kom op, het is al een nieuwe dag. Ja, ik ben er al aangekomen. Okay, natuurlijk. Helemaal klaar voor de dag. Fris en fruit, gedoucht en voorzien van Disney gear. Altijd goed. Altijd goed. Ja, ik heb honger. Nou, je hebt geluk. Er zitten broodjes in de oven. Lekker. Ja, we zijn momenteel in het park aanbeland. En het treintje wordt blijkbaar redelijk gevuld. Het is een heel klein treintje. En hier aan een plattegrond. En dan zie je ongeveer hoe het park eruit ziet. Ja, nou, heel leuk aanbod ook. Ja, aardig groot. Ja, hè? Ja, welkom iedereen bij Pleasurewood Hills, een ontzettend leuk park met ook een hele leuke vogelshow. They're very noisy. They scream to each other across the rainforest to talk. They're also known to learn to copy and mimic. They are quite clever. So let's see if this one's got anything to say. Are you going to say hello? Hello? And what's your name? Scruffy. Would you like a peanut? He's very polite. Can you whistle? Very good. Scruffy's been working on some animal impressions. Scruffy, can you do a dog? What about sheep? Can you do a chicken? They think you're funny. You are funny. Should we say bye-bye? Bye-bye. Well done, Scruffy! Here we go, Angus! One! Nou, we zitten echt in de kippiebaan, hè, Hessel? Ik wil zeggen, ik ben nog kracht hier.
Ja, het aanbod van attracties, vooral de achtbanen, was gewoon prima. Dit was mijn derde boemerang die ik ooit heb gedaan in mijn leven. Was ook weer hartstikke leuk om te doen. Wel de grotere achtbaan van het park eigenlijk. Dan had je nog een wilde muis. Nou, dat was ook best wel een oudje. Die stond er al sinds dezelfde leeftijd als de Nemesis in Alton Towers. En deze was een zwartkopbaan. Ook een hele leuke speelse layout. En meer daarover in onze review. Je kon ook nog knuffelen met, nou ja, aaien met dino's. En we namen ook nog een heel leuk, ja, heel klein schattig treintje. En die nam ons mee naar de achterkant van het park. Heel leuk. Ja, lekker ritje, Hessel. Ja, toch nog kunnen meepakken. Ja, toch? Want hij stond eigenlijk op dicht. Ja, hij stond op dicht en nu is hij geopend. Gelukkig maar. Nou, genieten van het park zo, hè? Ja, ik heb een ander perspectief, hè? Ja. Oh, we gaan onder het kasteel door, wat leuk. We gaan helemaal naar achter, joh, in het park. Nou, dit zie je niet in de pretpark review. Dus dit is even. Allemaal figuren ook. Ja. Heel random. Een heel decorstuk ook. Volgens mij is dat de watershow daar achterin. Ja, dat was leuk, hè? Ja, wel een aparte attractie weer. Je ziet heel veel dingen die je eigenlijk normaal niet ziet anders. Ja, we gaan nog even kijken bij de Tesco, een grote supermarkt. Het is huge. Ja, dit ga ik vanavond eten, sushi, met dan beef en worteltjes en aardappelpuree. Nou, even de instructie lezen. Het is in ieder geval geen stokbrood. Hier wat gaatjes in prikken en dan gaat hij hierin natuurlijk. Hè? Lekker, lekker. Oh, dit oogt wel lekker hoor. En sushi. Oh. Zo, lekker gegeten en Hessel en ik hebben plannen om vanavond even wat leuks te gaan doen. We gaan namelijk waarschijnlijk een kleine wandeling maken richting het strand. Zo ongeveer een kwartiertje lopen. Kunnen we toch iets van Great Yarmouth zien. We hebben eigenlijk niet veel gezien dan alleen maar reizen naar attractieparken. En toevallig liggen er twee parken wat we morgen gaan bezoeken hier ook in de stad. Die liggen ook redelijk bij elkaar, ongeveer een kwartier afstand met lopen om van het ene park naar het andere te gaan. Maar wel er erg zin in. En ik vind het ook heel leuk om meer van Engeland te zien. Niet alleen maar vanuit de autoperspectief, maar ook gewoon lekker lopend. Ja, vooral veel stranden, hè, veel pieren die we gaan doen de komende dagen. En dat zijn ook hele unieke parkjes, vind ik persoonlijk. Maar later in de review, weten jullie allemaal, dan gaan we de grotere parken doen. Dus de Alton Towers. En ook weer terug naar Blackpool Pleasure Beach. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ook tegen Hessel gezegd. Blackpool is eigenlijk gewoon een beetje een soort thuiskomen. Het is eigenlijk een beetje een soort Efteling, maar dan in Engeland. Niet qua vergelijking met van, het lijkt op Efteling met de dark rides of attracties met achtbanen. Maar gewoon het soort van thuisgevoel. Ik heb echt een goed gevoel gekregen van het park. En heeft het ook achtergelaten. En nu verlang ik er weer naar om terug te keren naar Blackpool. Dus dat komt een beetje aan het einde van de reviews. Aan het eind van onze dagen eigenlijk. Dus vooral veel pieren bezoeken. En dat maakt het allemaal hartstikke leuk. Dus we gaan dadelijk even lekker op stap. En dan gaan we kijken wat we nog kunnen ontdekken hier in de omgeving. En morgen gaan we natuurlijk meer van de stad ontdekken. Als we die twee pieren gaan bezoeken met diverse nieuwe attracties. Waaronder ook weer wat achtbanen, wat dark rides. Maar ook weer hele unieke, vreemde attracties. De Crooked House was natuurlijk wel heel bijzonder. We hebben dan ook een go-kartbaan die omhoog loopt. Dat soort hele leuke dingetjes die ik eigenlijk alleen maar op afbeeldingen heb gezien. Zie ik nu, of in games, heb ik nu gewoon in het echt gezien. Dus dat maakt het allemaal heel gaaf en uniek. Dus we gaan ons klaarmaken en naar buiten. Yes!
Maar voordat we vertrekken, eerst nog even een lesje. Hoe moet je afwassen? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Even wat lekkere soppie. Hè? En schuim, een beetje schuimparty. Op een gegeven moment, als je alle afwas hebt verzameld, probeer dat een beetje bij elkaar te stoppen zo. Ja. En op een gegeven moment schuim dat zo erin. Duidelijk. Dus het is dat is de bedoeling is ja, dat het schoon is. Ja, de afwas, maar de wasbak niet. Ja, maar dat moet gelijk zo, kijk. Dan is dat gelijk ingesopt, zo zie je het. Veel succes. Ja, zo lopen wij dus lekker naar het strand toe, hè? Ja, even een klein stukje die kant op inderdaad. En we zien al een klein voorproefje wat we morgen gaan bezoeken. Het is een Spook Express, een achtbaan indoor. Ah, dit wordt leuk, dit wordt heel leuk. Toch? Ja, heel mooi, heel mooi. Zal ik even kijken? Ja, dat is goed. En we hebben al een beetje souvenirs gehaald van Harry Potter, wat spulletjes. Zelfs de kamelenrace. Nou, die kennen we al, de kamelenrace. Ja, die heb je op je tolverland, hè? Ja. Allemaal prijsjes ook, wat leuk dit. Allemaal arcadehallen. Wat leuk dit, zeg. Ja, dat lijkt wel matig blijven halen. Ik zie nog een zwembad daar in de verte en dan bij dat reuzenrad daar ligt dus het tweede park wat we gaan bezoeken. Hier lopen we nog even verder over de pier. Ik zie wat figuren van Mario. Je hebt er zelfs een theater ook. Wat een helder strand ook, hè? Ja, het ziet er schoon uit. En binnenkort ga ik naar Griekenland, zal het water iets mooier zijn dan hier natuurlijk. Heel helder natuurlijk. Ja, hoop ik wel, ja. We kunnen even binnen kijken. Dat doen we dan. Oh, echt een beetje een casino vibes hier. Ja, maar dan voor kinderen nog. Ja, ja, echt hè. Oh jee. Ja, dat ziet er leuk uit. SpongeBob spulletjes. Let's fight the dinosaurs. Grappig dit. Unieke Mario Pingwin. Wat grappig, joh. Ghost Train at the end of the pier. Wat? Ghost Train. Oh, daar gaan we even kijken. Ze ontdekken weer wat nieuws. Dit wist ik niet. Nee. Ja, daar staat hij. Nou, dat is wel weer leuk natuurlijk, zo'n dark ride. Dus kijken of we die morgen kunnen meepakken als we dan Joyland bezoeken en dan die andere pier nog. Zou leuk zijn. Ja, wat we hier zien is echt geweldig. Ja, mooi, hè? Ja, dat is echt heel cute. Het is nog dicht, maar de achtbaan zie je ook op de achtergrond. Het is een beetje Mario-stijl. Vind je? Mario, ja, het is een beetje cartoonachtig. Ja, hè? Dat wel, ja, ja. En dan ligt hierachter ligt een hele unieke achtbaan. Maar daar komen we morgen op terug. Ja, daar gaan we niet, gaan we niks over zeggen. Spoilers! Natuurlijk. Spoilers! Ik heb 10 pond gewoon weggegooid, ja. Omdat het niet lukte met die stomme grijpautomaten. Ja. Ik ga dat gewoon nooit doen, maar meneer Hessel heeft een knuffeltje, hoor. Nou, sorry hoor. Ja, ik heb 3 pond in die automaat gegooid. Ja, ik vind het gewoon bla 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 bla. Ja, wat is er gebeurd, jongen? Ja, toen ik die hele vette shots ging maken van het strand met het water, was er ineens een enorme golf en ja, mijn voeten zeiknat. Ja, dat is ook niet handig, hè? Nee, maar goed, alles voor de shots. Ja, dat blijkt maar weer, ja. Hè? Ja, ik hoop dat het vannacht een beetje... Het is mijn enige paar die ik heb meegenomen. Niet zo heel slim natuurlijk, maar ik heb thuis maar 1 paar ook. Maar goed, hopelijk morgen droog, want morgen weer een nieuwe video. We gaan naar Joyland, vooral weer aan het strand eigenlijk genieten. Ja, eigenlijk wel. Ja, en dan gaan we dus in de avond, of
eind van de middag gaan we dus naar de volgende locatie voor weer een nieuw pretpark. Ja, en een nieuw appartement. Oh, ook nog weer. Dus we gaan afscheid nemen van dit appartementje. Nou, dat is dan alles gewoon weer een eind, toch? Precies. Nou, hopelijk vond je dit een leuke video. Laat dan even een duimpje achter. En morgen zijn we er weer met een gloednieuwe vlog. En ik hoop dat je dan weer kijkt en ook leuk reageren. Want wij lezen samen alle reacties. Superleuk. Dank je voor de support. En volg ons zeker even op Instagram natuurlijk. Want daar plaatsen we af en toe ook stories. Mocht je nog meer willen zien van de reis. Nou, tot morgen. Doei doei. Doeg. Nou, de koffer is overheen gepakt, dus we kunnen door naar ons volgende. Wat ben jij nou weer aan het doen? Ja, die schoenen, dat is toch een prima uitvinding. Heel de nacht hebben ze buiten gehangen en nu eindelijk de ventilator dacht, hey, als we die nou erop richten, is het zo droog. Waarom heb je dat niet eerder bedacht? Ja, hij viel een soort van niet op. Ja, je weet dat hij er staat, maar je let er gewoon niet op. Oké. Dus nu even een kwartiertje erin en dan, ja, ze zijn bijna droog, dus dat scheelt. Gelukkig maar. En we gaan vandaag naar eigenlijk wel 3 parkjes, hè? Soort van. Ja, 2 echte officiële. 2 officiële en een pier-achtig iets. Ja. Een soort kermis-achtig. Maar het ligt allemaal naast elkaar, gelukkig. Het ligt allemaal bij elkaar, dus ik ben benieuwd. Het wordt veel lopen, maar ook veel bezoeken en veel beleven. En ook een hele unieke achtbaan, wat we gisteren ook zeiden. Dus dat wordt spannend. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ik ook. Nou, we zijn hier aangekomen aan de boulevard. En we zien daar de Helderskelter, maar het zijn allemaal losse attracties. En verderop nog een reuzenrad. Gewoon een hele leuke pier vol met allerlei attracties. Hier hebben we ook iets van een model village. Gewoon een miniatuurstad. Zo op duur dan. Even kijken hoor. Oh, wat grappig dit. Wel heel erg wat ouderwets natuurlijk. Maar het ziet wel heel leuk uit zeg. Loopt helemaal door naar achter. Nou, we lopen nu eigenlijk over de boulevard. Een beetje richting onze eerste attractie. Maar ik heb een beetje het gevoel dat dit een soort toeristenlaan is. Allemaal van die rare attracties, winkels en zo. Geen idee. En we bewaren natuurlijk wel wat content voor de reviews. Maar dit is iets wat we gewoon in deze video doen. En dat is Sea Life Great Yarmouth. Ja, we hebben natuurlijk nog steeds die Merlin Pass. En daarmee kunnen we dus al die Merlin attracties doen. Het zijn er best wel een hoop. En hij is nog een paar maanden geldig. Dus vandaar dat we ook weer wat leuke attracties gewoon eigenlijk, nou ja, niet gratis. Maar via ons abonnement kunnen regelen. Dus dat is heel mooi. We gaan een kijkje nemen in Sea Life. En we zijn binnen. We komen aan bij zone 1. En hier wordt natuurlijk weer een foto gemaakt met een greenscreen muur. Mooie zeesten, jongen. Nou, een aantal van die Sea Lives hebben altijd van die exclusieve dieren. En hier zien we dus pinguïns. Ze hebben ook allemaal namen. Summer, Ringo, Benji, Blossom, Bubbles, Flipper, Boomer, Tim, Harvey, Rosie en Pitcher. Ik hou van die beesten. Zo schattig. Ik vind het zo lief. Aan bij de piraten. Ja. Maar ja, wat is nou echt een piratenvis?
piranha misschien. Krokodillen kan ook nog. En ze weten het. Ja, we mogen hier zeesterren aanraken, maar ja, we doen het niet. Schone handen. En zo zijn we alweer bij het einde. Oh, die is zo schattig. Met een sea life vlaggetje. Oh, hij is heel, heel zacht, ja. Het was wel een kleine sea life, hè? Het was, ja, hij was voor mijn gevoel kleiner dan andere die we gedaan hebben. Ja, hè? Pinguïns waren wel leuk, maar voor de rest... Ja, een beetje zoals de anderen eigenlijk. Ja, maar het is een oude Sea Life uit de jaren 90, hè, deze? Geopend in 1990, zag ik net op een bord staan. Dus, 1 jaar na mijn geboorte. Nou, moet je nagaan hoe oud het is. Allerlei leuke merch. Gewoon veel dieren, veel pinguïns, uiteraard. Hey, ze hebben hier magneten, speciaal voor Great Yarmouth. Dat is leuk. Kijk, magneten. Nou, dat was Sea Life. Best genoten. Het was kort en krachtig. Reuzenrad achter mij. Zie je ook nog een zweefmolen. Nou, ziet er goed uit. We gaan nu naar Joyland. Ligt helemaal achterin. Is een wat kleine parkje. En dan gaan we gelijk onze review starten. En dat is een hele unieke achtbaan. Ben benieuwd. Zeker. Nou, mocht je nou nog willen minigolven, dan kan dat ook. Weer in de piratensetting, maar heel leuk aangekleed. Echt heel leuk. Het heet de Castaway Island minigolf. Ja, het is een beetje Las Vegas hier, met al die winkeltjes. Ja, ik zei al een beetje tegen Vincent, dat doet me een beetje denken aan de strip van Las Vegas. Maar dan zeg maar familievriendelijk, want in Las Vegas heb je natuurlijk alles met casino's en zoveel mogelijk geld uitgeven. En hier doe je eigenlijk hetzelfde, maar dan met leuke dingen zoals arcades, grijparmen, minigolf, attracties. Ja, het is heel random allemaal, maar ook wel weer leuk om een keer te zien. En we komen aan bij Joyland. Echt heel erg benieuwd. Nou ja, meer daarvan in onze review natuurlijk. Dus dat is het enige wat ik laat zien. Hele rare attractie, maar wel leuk. Nou, we gaan nu eindelijk naar de Ghost Train, waar we dus gisteren ook waren. Maar nu gaan we er daadwerkelijk in. Daar is die en we hebben 4 tokens voor dus de attractie. Nou, daar gaan we dan. Ben benieuwd. Help me staat er ook. Black light. Weinig beweging. Dat was hem alweer. Ouderwets, hè? Dat kan ik ook in mijn eigen achtertuin bouwen. Ja, echt, hè? Nou, je hebt flink wat airtime hier bij deze slide op het einde. We kijken, joh. Hoppakee. Nou, we gaan dus nu naar het volgende pretpark. Ja. Ben benieuwd, toch? Precies. Ja. Ga je me dragen? Hoezo? Nou, je ziet er aardig sterk uit. Nou, we gaan eens even lekker aan de Subway. Ik heb wat beef met paprika en sla. En jij hebt ook iets met kip teriyaki, hè? Kip teriyaki, sla en een beetje mayo. Lekker, eet smakelijk. Ja, we zijn binnen in Pleasure Beach. Mooi spookhuis. Ziet er ook heel leuk uit, dit. 4 achtbanen ook. Dit wordt toch weer wat geks. Een dark ride hier zo. Met slakken. We hadden net ook al slakken gezien in alle park. Maar hier hebben ze ook weer slakjes. Allemaal met een thema. Het gaat over fairy tales. Ja, en we kwamen aan bij deze fantastische achtbaan, de Scenic Railway. Ja, het is echt wel een heel bijzonder baantje uit 1932. En ik bedoel, hij wordt nog steeds met de hand geremd. Dat zie je eigenlijk bijna nergens meer. Hier in Engeland komt het nog wel vaak voor. Maar ja, het is toch wel bijzonder. Ja, deze houten achtbaan had echt een airtime niet normaal. Ja, laat ik zo zeggen, als je achterin zit en je hebt de beugel niet al te strak... Dan kan je best wel aardig loskomen van je stoel. Ja, dat hebben we ook een paar keer geprobeerd. Niet al te strak die beugel en gaan. Het voelt echt heel goed. En in de review natuurlijk veel meer over deze fantastische baan. Zo, en dat was hem voor vandaag. We gaan naar de volgende locatie. Ja.
Maar we moeten wel even een stukje rijden. Ja, meer dan 2 uur, hè? Ja, 2:24. Maar we gaan eerst wat eten in de Village Inn. Ben benieuwd. Nou, hopelijk heb ik het goed uitgekozen. Dat mag ik toch hopen. ja, jij kiest altijd. Ik kan niet kiezen, want ik ben aan het rijden. Ja, klopt. Maar de vorige keer waren we ook wel geslaagd, toch? Laat ik me net zeggen. De afgelopen 2 keer was het zeker geslaagd. En 3 maal? Is hopelijk ook quizscheepsrecht. Ja. Nou, spannend. Dank u wel. Nou, mooie tijd om te eten. En even kijken hoor, ze hebben van alles. Het ziet er allemaal heel goed uit. Ik begin lekker met tomatensoepie. Kijk, je hebt wat worstjes en je hebt lekker een burgertje. Ja. Oh, lekker gegeten. Dat was lekker magnifiek. Ja, dat was lekker moet ik zeggen. Ja, toch? Nou ja, we zijn weer onderweg. Het is nog ongeveer een uur rijden en dan zijn we op de plaats van bestemming. Het is een appartement in. Waar was het nou ook weer? Nee, het is geen appartement. Het is een soort van huisje. Ja, oké, maar welke plaats was het nou? Nou ja, ik weet de precieze plaats niet. Maar het is wel in de buurt van Skegness. Dat was het voortje, ja. Of de naam, plaats, ja. Ja, dat ligt dan weer boven Great Yarmouth. Dus we gaan steeds op de kaart meer naar boven. Ja. Uiteindelijk gaan we natuurlijk richting Alton Towers, hè. Blackpool. Maar dat komt later allemaal natuurlijk. Ja, daar moeten jullie maar lekker op wachten, net zoals wij. Ja, absoluut. Geduld wordt beloond. En wij gaan in ieder geval nu naar het woningje. Hè? Ik noem het geen appartement, maar woningje. En dan gaan we kijken waar we belanden. Ben benieuwd. Het is altijd maar een verrassing, hè? Het is oprecht een verrassing. Ja, we zien wel foto's op Google natuurlijk, of op B&B. Mm-hmm. Maar het is altijd een beetje hopen op iets goeds. Ja, precies. Was het vorige appartement. Het zag er best goed uit, was ook heel netjes. Maar het had een beetje kleine haakjes en oogjes. Waardoor je achteraf toch een beetje denkt van... Ja, misschien hadden we toch beter een andere kunnen kiezen. Ja, klopt. Niet dat het slecht was, maar... We zijn gewoon verwend. We zijn verwend. We zijn gewoon enorm verwende jongens. En laten we het aanpakken. Ja. Nou, in ieder geval tot zo meteen bij het woningje. Ik zeg wel, ik woningje. Ja. Nou, we zijn mooi ontvangen, hè? Ja, ik wou net zeggen, we zijn heel netjes ontvangen. Het was even zoeken, want we reden er blijkbaar aan voorbij. Maar, Ja, er staat nog best wel een fris windje ook, hè? Ja. En het is een best wel oud huisje. En waaraan kunnen we dat zien? Dit huisje is niet gebouwd voor Nederlanders. Ja, ik kan er net onderdoor. Jij kan hier nog onderdoor, ik niet. Wauw. Ja, we komen binnen. Het is ouderwets, zou je kunnen dat zeggen. Dat wel, ja. Het ruikt ook een beetje oudbollig. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat ruik je. Ja, moet je even dit zien. Ja, letterlijk, als je me bij mijn hals af, mijn kop eraf hakt, kan ik er pas onderdoor. Ja, hier zijn we nog niet geweest, dus het keukentje. Oh, kijk nou joh. Nou, dat ziet er netjes uit. Nou, heel leuk hoor. Maar er liggen zelfs koekjes voor ons klaar. Oh. Milk and butter in the fridge zelfs. Wat leuk. Nou, en een mooie zonsondergang, geloof ik. Ja, precies. Ja, zie net het zonnetje daar, ja. Oké, we gaan nog even verder kijken. Nou, volgens mij is dit achter jou, zit geloof ik de badkamer. Even kijken hoor. Zo. Oh, een badje. Kijk nou. Een bad. En een scheethuis. Nou, kijk, dat is altijd handig, hè. Die zal nodig zijn. Dan gaan we even kijken boven. Ja, het gaat echt een keer mis. Dit gaat echt mis. Dan gaan we even kijken wat er boven zit. Ik ben benieuwd. Want we hebben gewoon, inderdaad, we hebben geen appartement, maar echt een heel huis, hè? Nou, we hebben zo te zien al hier een heel groot bed. Zo! Huge! Is leuk, ja? En hier hebben we, zoals verwachting, nog een bed. Nog een 2-persoonsbed. Dus, en een beertje. Ja. Nou, ik weet al waar jij wil slapen. Ja, leuk dit. Ja, dat ziet er heel netjes uit. Ik denk, hebben we hier zelfs een gordijn, dan kunnen we het, een beetje privacy. Beter nog. Ja, hoe minder je elkaar ziet, hoe beter. Nee, dat ziet er prima uit voor 2 nachten weer. Ja, toch? Ja, we hebben nog een kamer, hè? Even kijken, wat is dit dan? Oh, ik zie spelletjes! Nou, wil je bingo's? Nee, Scrabble. Kunnen we scrabbelen? Heb ik nog nooit gespeeld. Wat leuk, woorden maken. Tot de derde tentoonstelling. Ja. Pas op voor je hoofd, hè? Ja, dat zeker. Maar kijk, leuk even bedje. Lijkt wel een... Een beetje een... Bedbank. Een bedbank, ja, zoiets, ja. Top. Zo. Zo, een lange dag. En morgen gaan we naar Fantasy Island. Dus ga ook zeker kijken naar die vlog. Morgen komt die online, als het goed is. En als het allemaal mee zit, maar dat komt allemaal goed. En ik hoop dat je het leuk vond. Laat gewoon een duimpje achter, ben je nog niet geabonneerd. Klik dan natuurlijk even op abonneren en... Tot morgen.
Doeg! Well, good morning everybody. In this morning we're starting with some breakfast. Breakfast! I love some toast in the morning. Oh dear, delicious. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. We zijn er weer en ja, ik heb elke keer hetzelfde aan. Want ik dacht van, nou, het wordt een beetje mooi weer. Ik heb heel veel t-shirts. Ik denk een stuk of 12 meegenomen. Ja, maar het wordt ook mooi weer. Maar eigenlijk pas vanaf morgen. Ja. Morgen. Dus we zijn eigenlijk ook alleen maar bij de pieren. Dus het is een volledige wind. Maar dat geeft niet, want dat maakt het wel weer een soort van anders in een park, toch? Ja, het is weer anders dan bijvoorbeeld Alton Towers, hè? Ja, zeker. Nou, we gaan in ieder geval naar het volgende park. En daar is ook een markt en die is nu al geopend. Dus als we daar naartoe gaan, gaan we eerst even over de markt. En daarna kunnen we dan een bezoekje brengen aan twee parken vandaag, hè? Ja, eigenlijk de laatste keer vandaag dat we twee parken doen. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, toch? Morgen nog? Of naar het einde van de trip. Oh ja, tuurlijk. Ja. En morgen ook een soort van, denk ik. Soort van. Ja. Nou ja, in ieder geval, we gaan ons gereed maken en dan gaan we weer reizen. Nou, let's go. Nou, zeker let's go. Want het allereerste park stond al op ons te wachten. Namelijk Fantasy Island. Met echt een joekel van een achtbaan. Achtbanen, kan ik wel zeggen. Dus snel scheuren met die auto. Hoppakee. Nou, daar heb je dus een kermis. Daar gaan we dus niet heen. Heel entertainment centrum, zei hij zo net. Daar ook een hele grote tent. En dan als het goed is, we zien ook nog een soort van, een waterpark. Glijbanen er verderop. Ja, volgens mij konden we er wel heen. Maar moest je dan echt reserveren van tevoren. En volgens mij was het voor vandaag al vol. Oh ja, want het is nu zaterdag natuurlijk. Ja, en het is eigenlijk de laatste dag van de, ja, van de voorjaarsvakantie, of nou ja, van de meivakantie van Engeland. Ja. Dus het kan misschien ook wel iets drukker worden vandaag. Oké, nou, we gaan het zien. Het is in ieder geval wel een hele bizarre achtbaan van 45 en 50 meter hoog. Ja, twee hele hoge achtbanen. En ik zag net al eentje in de verte, dus Heel bijzonder. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Jongens, wat een joekel, joh. Ja, zo zijn het, zijn custom layouts. Maar dit is wel echt schön, hoor. Wauw. Nou, dan gaan we hier even parkeren natuurlijk. Zo, flinke heuvels. De eerste attractie gehad. Het ziet er heel erg verpauperd uit hier, dit stuk. En je moet per attractie dus weer apart betalen met tokens, geloof ik. Of een wristband. Oh, of een bandje, ja. Wauw. Wat een toestel, joh. Mooi hoor. Mooi ding. Kijk eens even een hal hier binnenin. Ik laat natuurlijk weer niet heel veel zien, want dan moet je gewoon lekker de review voor kijken. Maar wat is dit gigantisch, zeg. Ja, we gaan dadelijk in deze, jongen. Ongelooflijk, de Millennium. Zo, en we gaan even lekker eten, hè? Ja, we gaan eventjes lekker lunchen, want dat is ook nodig. Absoluut. Maar met een mooi uitzicht. Mooi uitzicht, jazeker. Ja, het was echt een mooi baantje. We hebben hem gedaan en we hadden een mooie snelheid van 90 km per uur. En de hoogte was 46 meter, dus ja, flink baantje. Nou, voor deze vakantievlog neem ik jullie toch even mee in een attractie. Laat ik jullie even een gedeelte zien van het park. Nou, daar gaan we dan. Ik zie aan de linkerkant een klimparcours. Ja, attracties kun je dus los betalen. Kost 6 pond, geloof ik. Omgerekend ongeveer 8,50 denk ik. Maar aan de rechterkant, dat is nog wel veel mooier eigenlijk. Echt allemaal kleine details in de gebouwtjes. Echt fantastisch. Het is echt een main streetje hebben ze gemaakt. Met belichting, touwen die er hangen, plantjes. Ik zag net ook allemaal dieren. Helaas wel wat statisch, maar ook qua daken en zo. Het is heel erg mooi afgewerkt. Geweldig. Kan ik naar binnen kijken bij sommige gebouwen? Nou, dit is de hele hal. Althans, een gedeelte van de hal. Het is vrij groot allemaal. Nou, ik ga hier niet overheen. Dat is al een ding wat zeker is. En het mooie van deze monorail is niet alleen maar de teaming, maar ook een heel groot indoor gedeelte. Daar komen we dadelijk terecht. Jammer van de camera. En kijk eens even. Wat een draak, jongens. Ik heb het niet over Hessel. Die zit achter mij. Maar we hebben het hier over deze fantastische grote draak die hier staat te kijken met zijn rode oogjes.
En dan gaan we daar naar binnen bij Fantasy Island. Ook een hele mooie gedetailleerde boog. Zie je wel wat beweging? Nou, dit is dus het indoor gedeelte waar ik het net over had. Hou rekening mee, wel wat statische objecten die we gaan zien, dieren in dit geval. Maar ze hebben iets heel leuks gedaan, een beetje getrukt met de belichting. Dat maakt het heel erg leuk. Hier zien we wel wat dieren die bewegen trouwens. Ja, echt een setting hier, een sfeertje, hartstikke leuk. Volcano! Kijk, dit bedoel ik met die belichting. Kleine extraatjes maken het, hè? Het is ook een soort blacklight. Van die gekke mondjes, van die totempalen. Heel mysterieus ook. En ineens komen we dan van een soort Afrika-thema, komen we bij Egypte uit. Hij blijft nog wel een beetje tempelachtig. Dan staan we hier stil. Dat was vorige keer ook zo. En de mummie daar, hè? En dan weer het station. Ja, leuke rit. Ja, Sol, we gaan afsluiten hier zo, hè? Mooi parkje, hè? Ja, dat is toch tof, zo'n park als dit. Ja, toch? Het ziet er heel gaaf uit. Gewoon die twee achtbanen waren enorm vet. Het binnengebied was heel tof. Dus ik kan alleen maar zeggen, ja, leuk park om te bezoeken. Zeker. En we zijn alweer beland in het volgende park. En waarom deze achtbaan zo uniek is, ja, daar moet je de review voor checken natuurlijk. Komt later op het kanaal. En ook de Ghost Train mogen we niet overslaan natuurlijk. Ja, sorry, ik heb eigenlijk heel weinig gefilmd, hè? Ja, dat klopt. Want we waren ook een beetje druk met de review natuurlijk. Ja, klopt, dus, klopt. Maar des te meer een verrassing voor jullie. Ja, we gaan even wat eten. Ja. En ik zie natuurlijk restaurant De Gouden Boog daar, maar dat... Ja, daar ben jij niet zo fan van. Daar ben ik geen fan van, McDonald's, nee. Maar waarom niet dan? Ja, ik weet niet. Ik ben er een beetje op afgekikt. Afgekikt? Ja. Ja, nou ja, dan maar naar restaurant Kentucky. Dat is ook niet goed voor me, maar gaan we wel eens doen. Want we hebben een paar dagen best wel steken en zo en dan... Ja, precies. Ja, dan bewaar je nog even wat pennies voor zeg maar Alton Towers en zo. Ja, snap ja, ja. Ik ook in de ja. Maar dan moet ik zeggen, het eten wat we gegeten hebben is niet heel duur. Nee. Ik bedoel, bij die pubs en zo, dan betaalde je misschien een keer... 14, ja, 11 of 12 pond. Dat wel. Dus we kozen voor de KFC. Het is wel kip. Het is kip. Het is toch niet zo leuk nieuws, hè? Nee, dat, net op de terugweg hadden we een klein beetje een ongelukje. Ja. Maar het is niet onze schuld of mijn schuld, want ik ben de bestuurder natuurlijk. Maar we hebben per ongeluk een vogel aangereden. Ja. Het was een vogel die wou inderdaad aan uitwijken naar rechts. Maar die besloot op het laatste moment naar links te gaan. En ja, toen... Sorry vogel. Sorry vogel, was wel heel zielig, maar het kan gebeuren, ja. Dat hoort erbij. Maar het goede nieuws is, nou ja, het is niet echt te vergelijken met elkaar. Nee, maar, niet echt, maar ja. Je hebt een sticker gekocht. Ja, ik zag een sticker in een souvenirwinkel liggen en ik vond hem superleuk. Ik dacht, we zijn nu twee keer geweest hier, dus ja, waarom niet een leuke sticker kopen? Alleen ik twijfel nog waar ik hem moet plakken. Want ik kan hem hier bij Hansa Park kan ik hem neerplakken. Ik heb hier nog een sticker. Maar onder het woord Suzuki vind ik ook wel leuk zo. Dat vind ik nog leuker. Ja, kijk, hier kan wel, maar dan... Nee, dat is, nee, dat is te druk. Dat is beter, ja. Leuk. Super. Yo, tot morgen. Zo, goedemorgen iedereen. Ja, we zijn er weer en fris en fruitig. En we hebben nog wat feitjes over dit huisje dadelijk voor jullie. Ja, of het je interesseert, weet ik niet. Maar uit welk jaar komt het huis, Essel? Uit 1800. Ongelooflijk. Ja, het loopt ook af en toe een beetje schuin ook, hè? Ja, dat het is heel gek. Grappig. Als ik zeg maar nu achteruit loop en jij volgt mij... Ja, dan voel je gewoon een soort van... Dat je sneller gaat. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Je ja, voelt het. Het voelt alsof je een hele...
hele kleine afdaling hebt. Een soort Crooked House. Ja. Zoiets. Dit is gewoon zeg maar de real life versie van de Crooked House. Ja, dus ja, 1800 lang. Gewoon heel lang bestaat het al. En je hoort ook van die soort van kanonslagen buiten. Oh, ja. En dat is zeg maar om de vogeltjes weg te jagen op het platteland. Dat zijn een soort, dat werkt op gas. Dat zijn een soort kleine explosies. Of ja, een soort gas wat loslaat. En bam, je hoort een knal. En daardoor schrikken de vogeltjes weg van het maisveld. Of het, wat ze daar ook hebben geplant. Geen idee eigenlijk. Nee. Nou, echt een hoop informatie waar mensen waarschijnlijk niks aan hebben. Maar toch leuk om te weten misschien. Nutteloze feitjes met Vincent en Hessel. Ja. Maar wat geen nutteloos feitje is, is dat we vandaag naar Blackpool gaan. Hey. En dat is echt heel tof. Het is 3,5 uur rijden. Dus ja, het flink wat reizen, maar het is het wel waard. Want we gaan gewoon weer lekker naar een waterpark. Ik weet trouwens niet of we mogen filmen daar. We gaan natuurlijk naar de Blackpool Tower misschien wel. En natuurlijk morgen weer naar Blackpool Pleasure Beach. Ja, dus dat lekker. Wordt echt weer gigantisch goed. Pleasure Beach nummer 5 van de trip volgens mij. Ja, ongelooflijk. Ja, dat wordt fantastisch. Maar dit wordt wel de Pleasure Beach. De Pleasure Beach inderdaad, ja. We zijn even gestopt na 2 uur bij de Lidl. De Lidl. En ja, ik heb even wat kipfilet gehaald ook. Om broodje en wat drinken, wat water ook. Ja, we zijn 4 uurtjes onderweg nu momenteel. Of althans totaal 4 uur. Ja, zoiets bijna denk ik, hè? Ja. En het enige nadeel aan die 4 uur is zeg maar als we daar komen. Ja, want waarschijnlijk zijn we voor niks ja, op tijd vertrokken. Want we wouden heel graag naar het waterpark daar in Blackpool. Maar Vincent ging er even kijken en het is volgeboekt. Helemaal volgeboekt. En ze had gehoopt dat het wat rustiger zou zijn. Want met die voorjaarsvakantie natuurlijk, die dan stopt morgen officieel. Ja. Dat de mensen zondag toch een rustdag nemen. Maar helaas, het is volgeboekt. Wat we nog gaan doen, is proberen om daar binnen te raken. En dan kijken of er nog plekjes vrij zijn. Ik hoop het. Ja, of we klimmen over het hek in. Zou wel vet zijn. Leuk voor de content. Ben je wel binnen. Inbreken gaat fout. Ja. We hebben besloten om ook in ieder geval, mochten wij binnenkomen, geen review te maken van het park. We hadden het wel in gedachten om een waterpark review te doen. Maar helaas hebben we toch besloten om dat niet te doen en gewoon lekker te ontspannen. Maar ja, goed. Dat betekent 1 ding zeker. 50-50 of we naar binnen kunnen. Ja, en anders dan hebben we een ander idee. Dan gaan we naar de Blackpool Dungeon. Ja, we waren daar vorig jaar ook geweest. En nu willen we toch even kijken of het daar nog even leuk is als toen. En we kunnen natuurlijk ook nog even kijken op bij de Blackpool Tower. En die hele Main Street is natuurlijk fantastisch. Ja, daarom. Dat komt allemaal wel goed, denk ik. Zeker. Dus nou, we zijn er over een uur inmiddels. Dus nog even karren en dan zijn we er. Dit is heel goed nieuws. We zijn namelijk aangekomen bij Blackpool. Het ziet er alweer heel erg vertrouwelijk uit, want het is 9 maanden geleden hè, dat we hier waren. Ja, zo ongeveer. Afgelopen september was dat. Dus, ja, dat is alweer een flinke tijd geleden. Het voelt als gisteren. Ja, het voelt wel alsof het minder lang is, inderdaad. Ja. Nou, het is best wel druk ook. Het is natuurlijk een zondag. Heel veel mensen gaan misschien ook wel lekker naar het strand. En hier hebben we dan die grote pier weer, vol met arcadehallen. En dan daar links ergens is dan het waterpark. Wauw, kijk eens even. Bekend terrein, het waterpark staat hier rechts. En dan hebben we links natuurlijk Blackpool Pleasure Beach. Ja, mooi om hier te zijn hoor. Voelt echt weer heel goed. Het is wel heel erg druk. Dus we gaan kijken of we kunnen parkeren ergens. Het zou mooi zijn natuurlijk. Ja, ik ben even uitgestapt om te kijken of ze toch nog plek hebben. Waarschijnlijk zijn ze toch nee, maar even checken. Nou, Hessel was helemaal verbaasd. Ik heb gewoon tickets gescoord, ongelooflijk. Kost wel £55, ongerekend meer dan €60. Maar hopelijk is het het waard. Zo, en klaar. Ja, geweldige genoten van dit grote zwemparadijs vol met glijbanen. En de masterblasser was ook fantastisch. Het was een gelanceerde bandenbaan, heel goed. Daar is Blackpool Pleasure Beach. En hier is ons appartementje. Wat een prachtige locatie, toch? Ik wil dat zeggen, dichterbij kun je niet komen. Het is 2 minuten lopen en dan zijn we er al. Kijk eens. Moet ik even een trap oplopen. Goed voor de training. Dan is geloof ik dit ons appartement. Oké. Okay. Nou, spannend, ben benieuwd. Dit zou eigenlijk ons beste appartement zijn van de hele trip.
als we de foto's moeten geloven. Ja, ik zie de badkamer al. Zo, kijk eens even. De deur valt dicht. Ja. Zo. Dat is kamer 1. We hebben hier nog een kamer. Kijk eens. Jeetje, oké, wacht even. Ik hoor Hessel al iets zeggen. En wat is aan de hand? Wat heb je zin in een house party? Wow. Moet je één keer kijken? Nee. En moet je één keer door het raam kijken? Oh, dat is wel heel mooi zeg. Wauw. Wat gaaf zeg. Wauw, wat een locatie hebben wij nu. Dit is toch wel echt een... Een hele bijzondere locatie, om het zo te zeggen. Ja, wow. Toch? Jeetje, joh. Je kan zelfs strijken daar. Nou, hier een keukentje. Dit is gewoon een complete woning hebben we eigenlijk, hè? Dit is ruimer dan mijn eigen woning bijna, man. En dat voor 2 dagen, toch? Ja. Zo, kijk naar die grootte van die tv dan. Zo, dat is zeker 50 inch, joh. Zoiets, weet ik veel. Het ziet er mooi uit. Nou, dan gaan we eventjes een kijkje nemen, hè? Ja, kijk of de achtbaan nu wel een keer open is. Ja, als het goed is wel. Het draait de hele dag al. Dat zou mooi zijn. Daarom. En wat een prachtig uitzicht. Moet je kijken, jongens. Oh, wat is dit prachtig. De Blackpool Tower ook op de achtergrond. Meer dan 120 meter, geloof ik. Het zonnetje die gaat langzaam onder. Ja, het is inmiddels 7:45. En we kijken eventjes wat ze hier allemaal hebben. Er zijn voornamelijk wat kleine attracties. De Heartbreaker, draaimolen, harde muziek. En daarachter de Crazy Coaster. Het is vrij druk. Open zondag. Ik loop even door de stoet van mensen heen. En voor maar liefst 20 pond kan je hier hangen. Aan een paar kabels. Omgerekend ongeveer 23, 24 euro. Maar ja, dan heb je al een formidabel uitzicht natuurlijk. Helemaal gek joh, helemaal gek. Wauw. Ik zou dit denk ik niet doen. Nee, absoluut niet. We lopen even door. We zien daar een spiraalglijbaan. Niet die old school, weet je wel, met dat dopje erop. En wij lopen naar achter, want we komen eigenlijk voor de achtbaan. Want die achtbaan was vorig jaar gesloten helaas. En nu gaan we het toch opnieuw doen. Kijk, daar is die hoor. Een crazy coaster. Het is eigenlijk niks meer, niks minder dan een spinning coaster. Ja, deze kermis is tot ongeveer 10 uur open vanavond. Vrij lang ook. We hebben daar nog de rock'n'roll. Ja, voor de rest, het is echt een heel klein kermisje hoor. Echt heel klein. En hier kan je nog bungeeën. Nou, een kaartje was ongeveer 4,40 pond. Ja, en dat geld was het zeker waard. En waarom? Daar kom je zo meteen wel achter, want we hebben een kleine verrassing gekregen van een medewerker. Let maar op. Nou, zo, daar gaan we dan. Ja, lekker hè. Ziet er goed uit. Kunnen we hem eindelijk een keer doen? Eindelijk kunnen we een keer doen, ja. Oh, lang op gewacht. Ja, dat wel prachtig uitzien. Ja, ik denk zelf dat de baan wel een beetje, omdat hij aan zee staat, zo is verkleurd. Moet eigenlijk wel. Ja, en hij werkt. Weet je wel, als iets werkt, dan is het gewoon prima, toch? Nou, deze baan heb ik natuurlijk al vaker gedaan. Vooral bij de Tilburgse kermis doe ik hem eigenlijk elk jaar. Maar deze hebben we nog niet met de trip gedaan. Dus dat is wel weer uniek. En oh, dat uitzicht over Blackpool. Heel gaaf. Prachtig. We beginnen eerst met natuurlijk lekker slalommen. Oh, yeah. Ja, vooral dat uitzicht, hè. Dit is echt een beter moment. Kan je niet kiezen voor de dag, hoor. Absoluut. Oh, zo. Dat is een ruige deze. Dat voel ik nou al. Ja. Ik zet me even af met mijn voeten daar. Dat scheelt. Oh. 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 Oh, jongens. Oh. 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 En dan gaan we nu spinnen. En dat gaat heel hard, denk ik. Oh. Huh? Hij spint niet. Wat? Hessel, hij spint niet. Wat is dit nou weer? Nou ja, goed. Hij gaat wel steeds harder. En dan gaan we de zand wel, joh. Ja, joh. Oh, zo, wat gaat hij hard. Hij spint helaas niet. Nou, wel vrij uniek. Hoppakee. Oké, daar gaan we dan. Laatste stukje. Woe!
kun je de hele baan normaal doen. Ja, ik kan eindelijk eens de baan normaal zien. Ja. Zo. Nou, dat was hem, Essel. Ja, top, hè? Heel leuk, heel leuk. Nou, blijkbaar hoort hij wel te spinnen. Of het is het andere karretje. Maar we mogen nu nog een keer gaan. Heel lief. Ja, probeer het andere karretje maar eens uit. Nou, hopelijk gaat deze wel spinnen dan. Ik had de medewerker dus even gevraagd van joh, we waren hier 9 maanden geleden ook. En toen was deze attractie dicht. Ja, dat kon dus door bepaalde wind. Als hij dus verkeerd komt, dan haalt hij de baan niet. Dus dat is logisch. Maar hij is open, dus dat betekent dat hij gewoon lekker gaat. En hopelijk gaan we nu wel spinnen. Het is wel vrij uniek dat we voor, we hebben 1 kaartje betaald, maar we krijgen 2 ritjes. Dus dat is een heel goede service. Waar voor je geld? Waar voor je geld, zeg Essel, ja. Jij hebt een microfoontje in, dus ik weet niet of je jou verstaat. Een klein beetje. Nou, hier hoort hij nog niet te spinnen natuurlijk. We gaan eens kijken. En dan zou hij hier moeten gaan spinnen bij de nieuwe bocht. Komt hij? Nou gaat hij beter hoor, nou gaat hij beter. Een hele andere ervaring zo in 1 keer. Maar wel veel leuker. Zo hoort het ook natuurlijk. Wow. Ja, dat extra rondje was het allemaal best wel waard. Hele unieke ervaring. Dus na het dansen op de muziek gingen we snel door. Want honger, honger! Ja, zo waar zijn we nu? Nou, we zijn nu eigenlijk bij restaurant Velvet Coaster. Daar hebben we vorig jaar ook wat gegeten. En ik zei toen tegen Vincent, ja, we moeten wel wat eten. Ik bedoel, het is al 8 uur geweest. En ja, op zich beviel mij dit vorig jaar best wel. Dus ja, het ziet er best goed uit. Het is niet zo heel druk. Dus ik zeg, we gaan lekker wat eten hier. Ja, ik ben niet echt van de biertjes drinken en zo. Maar ze hadden daar zoveel soorten. En ze hadden iets met dark berry of zo. Dus ik ga het proberen. Het ziet er niet echt uit als bier, maar... Het is ook volgens mij cider, dus het is net iets anders. Het is vaak wat zoeter. Heel fris. Ja, toch wel? Heel fris, ja. Lekker. Nou, mooi. Ja. En we krijgen daar een pizzaatje. Oh. Pizza, nou ja, we hebben betaald. We krijgen dat niet zomaar natuurlijk. Nee, helaas niet. Helaas. Nee, maar geeft niet. Pizza margherita, lekker. Precies. Ja, en wat kan je beter dan lekker uitbuiken met een wandeling met die prachtige zon. Geweldig. Ja, we gaan nu richting Coral Island, heet dat geloof ik? Ja, klopt. En er zat ook een dark ride in, die hebben we vorig jaar gedaan. En dat was wel echt best wel een grote ride ook. En die zat dus bij een arcadehal. Ja, allemaal leuk en aardig, die arcadehal. Maar Coral Island bleek dus gesloten te zijn op Google. Dus we hadden zoiets van, oké, we hebben echt een half uur gelopen voor helemaal niks. Dus we gingen even kijken naar de kleine kermis op de pier. Een andere kermis dan eerst. Google Maps heeft dus gelogen. Blijkbaar is Coral Island gewoon open. Super fijn. Gaan we even naar binnen. Nou, geniet ervan. Gaan we even binnen kijken. En de monorail draait ook gewoon nog. Oh, nou, er is wel hoop. Er is hoop. Nou, voor een onderrijd zou ik even de review kijken van vorig jaar. Pirate Flyer was dat inderdaad. Spyro, Stitch, wat je allemaal kan halen hier, dat is ongelooflijk. En als het goed is, is de dark ride ergens daarachter. Wat ik nog kan herinneren. Ja, daarboven, kijk. Ik hoop dat die open is, zou heel mooi zijn. Ghost Train. Kijk, daar is die. Heel vet hoor, de aankleding is echt grandioos. Heel fijn om hier te zijn weer. Pirate's Quest. Een hekje ervoor. Oh, een hekje ervoor. Oh nee, dat ben je niet. Essel. Nou, we komen morgen gewoon terug anders hoor. Ja. Coast Rain. Heel eind van niks gelopen. Ja, echt. Potverdorie. Toch voor niks gelopen. Jammer dit. Ja, hier zou het toch moeten zijn. I love fudge. Ja, dit is zeker de winkel. Handmade fudge, dames en heren. Oh, dit is zo, zo lekker. We hebben de fudge! Yay! Woo! Handmade fudge! Ja, voordat we de video afsluiten wil ik toch nog even terugkomen op Sandcastle Waterpark.
Ja, dat was best wel een tof waterpark, of niet? Ja, zeker. Veel glijbanen. We hebben veel gezien. We hebben ongeveer, wat ik al eerder zei, 2,5, 3 uur gezwommen. Mm-hmm. Maar echt heerlijk bad. Ja, ik moet zeggen, ze hebben best wel een paar toffe glijbanen. Ik bedoel, ze hebben een Master Blaster, waarbij we zeg maar met waterkracht omhoog wordt geduwd. 5 keer? 5 keer. Ze hebben een enorme, ja, zo'n soort van trechter glijbaan inderdaad. Goed, dat was helemaal nee, ja, dat maakt niet uit. Dat vond ik de leukste, die trechter. Zat je met zeg maar, 2-op-1 band. En in het donker ging je echt stel naar beneden. Was echt de beste van het hele park. Ja, die was wel tof. Ja. Je hebt ook een matjes glijbaan, dat je dus op een matje gaat. En dan ga je dus door zo'n buis heen en weer. Op je buik, moest je hem vasthouden zo. Mm-hmm. Hij heeft zijn kop keihard gestoten en ik heb een schaafwond gekregen. Dus helemaal top. Je kunt merken wat wij de leukste glijbaan vonden. Not. Wat had je nog meer? Je had zo'n halfpipe, die was heel leuk. Ja, die heb jij gedaan. Die heb ik overgeslagen. Ik ging toen in het golfslagbad en in de Lazy River. En je hebt nog gewoon een paar andere body slides, zeg maar. Ook wel op zo'n kinderparadijs, speelparadijs. Voor families en kids met een paar kleine glijbanen. Dus ja. Het was een hele goede collectie en de thematisatie was ook wel heel tof. Heel mooi, weet je, Aztekenstijl. Ja, een paar dierengeluiden, ook wat knuffels van tijgers, maar ook de muurschilderingen waren echt topniveau, echt heel mooi. Mm-hmm. En wat ik leuk vond, die slide, die gele. Die gele en die blauwe, dat was een soort familieslide. Oh, ja. En je had toch al knikjes en hoeken, dat je toch wel helemaal bijna uit die band of uit die rails, uit die baan vloog. Ja, dat was bij die gele heel erg. Ja. Daar had je echt een paar keer, dan ging je echt zo en ik keer voet, zo. En werd je in zo'n Zelfs ik had het. Nou, moet je nagaan. Ja. Ik ga altijd best wel snel van glijbanen af. Dus ja, en ik had een normaal tempo, ik zette me wel een beetje af, maar toch had ik in die hoekjes, en dat vond ik wel gaaf, want dat heb je niet vaak bij die family slides. Dus dat was heel goed. Nee, precies. Ik doe altijd op de hakken en op de schouderbladen, zodat je zeg maar ja, heel weinig contact maakt. En dan ga je ook extra snel. Maar ja, dat was wel heel extreem, moet ik zeggen. Ja, maar de glijbanen voelden ook heel goed. Want die naden, normaal heb je van die naden in een glijbaan. Je voelde er geen één. Elke glijbaan was er niet één te vinden. Nee, bijvoorbeeld sommige baren, dan voel je echt op je rug kadoem, kadoem, kadoem. Alsof je zeg maar inderdaad over asfalt aan het glijden bent. Heel lekker. Maar bij deze absoluut niet. Echt fantastisch. Echt top. Dus ja, we hebben genoten van het hele waterpark. Het was groot. Het was alleen binnen, dus er was geen buitengedeelte. Nee, dat was wel jammer. Ja, dat was heel jammer. En het werd ook langzaam werd het rustiger, omdat het park ging sluiten. We hebben dus ja, tot 17:55 hebben we nog gezwommen eigenlijk. Ja, dat was best wel lekker om toch nog wel even de laatste 3 uur te kunnen pakken. Ja, en heel veel controles. Heel veel badmeesters en juffen die zaten aan de zijkant echt een soort van heen en weer te lopen om te kijken. En ze waren echt streng naar mm-hmm. mensen, maar wel heel netjes streng. Dus niet zeikerig of oplettend. Ja, oplettend sowieso. Maar niet dat hele boosachtige, hè? Nee, niet dat je zeg maar niet aan de muren mag hangen. Maar was een soort van vriendengroepje. Die waren een beetje elkaar aan het trekken en duwen. En eerst al meer zo'n badje of wat. Ze zeggen allemaal, hé, dat moeten jullie niet doen. Gedraag je een beetje. Ja, het was echt streng ook. En ze had echt een boos, vurig hoofd. Alsof het haar persoonlijk raakte. Ja, zoiets, ja. Het was echt ja, heel gek. Ze hielden gelijk op. Ja, het was gelijk over, ja, ja, ja. Maar heel leuk, het was echt je geld waard. Want wat ik al zei, we hebben ongeveer 30 euro per persoon betaald. Maar het was het zeker waard, absoluut. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het was echt een hele toffe zwembad. Ja, toch? En nu gaan we afsluiten, want morgen moeten we eigenlijk weer slapen. Want morgen gaan we naar Blackpool, Pleasure Beach. Ja, ik wou net zeggen, dat is letterlijk 2 deurtjes verderop. We gaan er gewoon lopend naartoe. Het is echt 2 minuten lopen, het is geen geintje. En dan gaan we lekker in de nieuwe attractie van Halle. En voor de rest natuurlijk weer de oldschool banen doen. Ja, daar heb ik echt heel veel zin in. De Big One, maar ook Icon is ook heel goed. Ja, ja, ja. Ja, een paar van de klassieke houten achtbaantjes. En dat is Wonderland. Ja, en Wallace & Gromit. Oh, die was ook heel goed. Ja, genoeg dingen waar wij in ieder geval veel zin in hebben. Ja, we hebben natuurlijk al een review gemaakt vorig jaar van het park. Ga die zeker kijken. Dus we willen dit jaar een klein beetje korter houden, wat strakker. En dan willen we in de vakantievlog wat meer laten zien van het park. Dus dan heb je een beetje een combinatie van de review en de vlog van morgen. Dus ga hem zeker checken. Laat vooral even een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker. Helpt ons enorm. En tot morgen. En houdoe. Doeg. Houdoe. Goedemorgen iedereen. Zo. Ja, ik slaap echt de laatste tijd. Doe ik thuis ook. Slaap ik echt zo verschrikkelijk kort. Ik weet niet wat het is. Meestal 5 uurtjes en dan ben ik klaar wakker. En nu heb ik dat ook vandaag weer. Oh, zelfs op vakantie kan ik gewoon niet uitslapen. Nee, maakt niet uit. Ik ben fris en fruitig.
En we gaan eens even lekker ontbijten. Hessel is onderweg de auto even wegzetten, want het mocht maar tot 8 uur. Dus ja, even een parkeerplaats zoeken. En ik ga even wat ontbijt maken. En dan gaan we dus vandaag naar Blackpool Pleasure Beach. Ontzettend veel zin in. Vooral natuurlijk wat we al zeiden. Valhalla is na 4 jaar onderhoud eindelijk geopend. Herrie buiten. Ja, tegenover zit natuurlijk die spar. En die zaten het lossen. En weet ik veel. Allemaal flessen en ja, nieuw eten natuurlijk. Logisch. Maar ik ga hier in het keukentje even wat klaarmaken. En ik zie jullie dadelijk weer terug. En dan gaan we shinen vandaag, wat ik al zei, in Blackpool. Kijk eens even wat een vette trui dit is. Wauw. En Valhalla natuurlijk geopend, eindelijk. Hebben ze hier ook allemaal nieuwe merch ook. Snow Globes. Zo'n Viking. En ze hebben ook 3D models, dat is helemaal nieuw, hè? Ik ga je zoveel geld uitgeven. Ja? Ja, die is vet, hè? Kijk, kijken. Oeh, die laat er vallen uit. Oh, hij zit er zelfs los op. Wauw. Gaaf. En we hebben ook de Ghost Train. En dan heb je hier nog allemaal platen en weet ik veel, allemaal die beeldjes, pins ook. Het ziet er allemaal heel vet uit, zeg. Nieuwe andere magneten. Nieuwe magneten? Oh, ja. Leuk. Kijk nou. Vet. Oh, een hele grote magneet zelf. Zo. Oh my god. Kijk nou, wat een grote magneten. Oh. Jeetje. Oh, maar dit is een hele bijzondere. De Big Dipper bestaat namelijk dit jaar 100 jaar. Oh, ja, klopt. Maar ja. Ik weet niet of die open is, want hij is namelijk in een hele grote onderhoudsbeurt gegaan. En volgens mij gaat hij daar pas over een paar weken uit, dacht ik. Dat is de oudste achtbaan van het park, hè? Ja, dat is de oudste inderdaad. Vet. Ja, het is de derde achtbaan die we vandaag doen. Icon, en wat een ding is dat, zeg. Hoppakee. Hé, hey, die filmt ook, potverdorie. Ik heb een shot verprutst. We gaan hem eindelijk doen, maar het uitgebreide mening natuurlijk in onze reviews die later op het kanaal komen. Sommige mensen vragen ook van, wanneer komen die reviews? Ja, als ik thuis ben kan ik pas monteren natuurlijk, hè. Maar goed, komt goed. Ja, dat zegt natuurlijk wel genoeg, denk ik. Dus ja, gaat goed, Hessel? Ik ben een klein beetje nat. Maar ja, door wat zou dat komen? Ja, we weten het niet. Ja, bizar. En we gaan eens even lekker uitwaaieren hier in deze zweefmolen. Ja, dus heerlijk uitwaaien in de zweefmolen en daarna in de Ghost Train. Dat was weer een heerlijke lange rit en genoten van dit spookhuis. Nou, verder was het wel heel fijn dat we het hele park goed uit ons hoofd kenden. We wisten alles nog goed te vinden. En dat na 9 maandjes. Nou ja, en Icon was ook weer een topbaan, absoluut. Zo, en welkom iedereen bij deze langere walkthrough door het park. Ik neem jullie mee om te laten zien wat het park allemaal inhoudt qua achtbanen, mocht je de review van vorig jaar nog niet hebben gezien. Ja, Blackpool is echt een heerlijk park, echt een beetje een thuisparkje. En vooral deze achtbaan is zeer uniek, de Steeplechase. 3 banen naast elkaar en je gaat strijden op paardjes. Ja, momenteel ben ik in een doolhof beland. Ik probeer nog wel even hieruit te komen, want ik zit een soort van, nou niet helemaal vast. Er is voor mij wel een route, maar ja, het is even zoeken, het is echt even zoeken. Maar je moet altijd of links of rechts aanhouden. Dat is belangrijk. Toch? Zeg eens toch? Ik hoop dat ik eruit kom. Ik zit hier al een half uur. Nee, dat geintje. Ik zit hier 10 minuutjes. Nou, we komen hier langs een mega grote achtbaan. De grootste van Engeland. Het ook niet voor niets de Big One natuurlijk. Nou, waarschijnlijk ken je deze achtbaan wel. Door de Pepsi Max blikjes heen. Vroeger heette die ook iets met Pepsi, geloof ik. Nou, daar zien we Icon. Echt een icoon. Oprecht. Hele mooie achtbaan. Nou, daar is dan de ingang van de Steeplechase. Er staat niet zo'n lange rij, maar ook wel een ruig ritje, moet ik eerlijk zeggen. Ruiger dan vorige keer. Sowieso, we zijn natuurlijk 9 maanden geleden hier geweest. En ja, alle achtbanen voelen ook een stuk ruiger, naar mijn gevoel. Ik weet niet waarom dat zo is. Nou, ik vind het wel meevallen. Icon vond ik juist soepeler voelen. Oké. Dus die is dan juist weer vrij. Ja, tuurlijk. Maar dat is de nieuwste achtbaan. Maar dat kan ook te maken met temperatuur. De vorige keer was het iets kouder. 14, 15 graden. Vandaag komt het 20, 21, 22. Ja, mooi hè? Dus achtbanen kunnen ruiger worden hoe warmer het is. Klopt, ja. Dus dat kan het zijn. Nou, Icon wil ik sowieso nog een keer doen vandaag. Het is een beetje het jonge broertje van Taron. Zo noem ik hem gewoon. Hè. En daarachter zien we ook nog de blauwe Inverted. Naam even kwijt. De Infusion. Oh, Infusion, ja, Infusion. Het is eigenlijk een beetje achtbaan paradise. En ook qua merchandise zit het wel snor in het park, hoor. Want ze hebben echt
ontzettend veel. Als je bijvoorbeeld een pin hebt, dan hebben ze een zilveren editie, een gouden editie van het logo van Icon. Ze hebben een rode editie en volgens mij 8 verschillende pins van Icon. Dat is echt niet normaal. Nou, we gaan hier naar rechts. Liefst naar links, natuurlijk naar de ingang. Nou, we lopen even naar de Grand International. Dat is dus ook een hele oude, hele unieke baan ook. Maar dit is natuurlijk ook geweldig. De Avalanche, de bobbaan van het park. Echt een heel leuk ding, heel simpel eigenlijk. Alleen maar bochten, 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 bochten. En op het einde, ja, remt hij pas. Ja, maar dat maakt hem wel bijzonder, want daardoor bouwt hij dus alleen maar snelheid op in deze baan. Terwijl normaal bij deze baan zitten best veel remsecties in, waardoor hij dus juist telkens snelheid afneemt. Klopt, dus op het einde scheur je echt door die bochten heen. Ja. Echt dit gevoel, hè? Wauw. Nou, daar hebben we dan de Revolution. Wat een timing trouwens. Nou, de Revolution ook heel uniek. Die wordt zeg maar voorgeduwd. Dan wordt hij zeg maar eraf gepleurd eigenlijk. En dan gaat hij in de looping. Vervolgens gaat hij weer naar boven. En dan achteruit. En jij hebt hem net gedaan? Ja, ik heb hem net achterin gedaan. Ik moet zeggen, het voelde heel goed. Maar achterin, ik zat helemaal achterin. Maar het stukje dat je achteruit gaat en weer terug het station in komt. Sprong ik echt omhoog met mijn schouders. Waardoor ik daar een beetje een klapje kreeg. Oh. Dus hij is wel ruig een beetje. Het is weer goed. Gelukkig maar. We zien wel beren, die maken heel de dag muziek. Ze worden ingehuurd. En eigenlijk valt op elk plekje in het park de Big One op. Dat is ook niet te missen eigenlijk. Je loopt er gewoon elke keer tegenaan, voor mijn gevoel. Ja, en hier dan natuurlijk de Big Dipper, toch? Mm-hmm. Ja. 100 jaar oud bestaat hij dit jaar. Maar er is een onderhoud, zoals je kan zien. Hij wordt extra stevig gemaakt. Ja, en ze willen voor de verjaardag, de officiële verjaardag, willen ze hem af hebben. In augustus, zeiden ze. Dus ja, ze moeten nog even doorwerken, maar ze willen het hout dus wat steviger maken. Zodat hij weer de komende jaren goed ermee doorgaat. Toch? Ja, precies. En ze hebben hem geloof ik ook geschilderd. Helemaal, ja, ervoor gezorgd dat hij er mooi uitziet straks. Nou, hij ziet er nu al mooi uit. Ja, maar ruik je het? Ja, verf. Ja, dus, verf. Je kunt ruiken dat ze hier goed aan het werk zijn. Zeker. Ze zitten niet stil in ieder geval. Nou ja. Hier kan je nog fish and chips halen natuurlijk. Overal fish and chips. En we hebben daar natuurlijk nog de oudste dark ride ter wereld. Ja, de River Caves. De River Caves, ja. Ook wel een bijzondere attractie. Een hele lange vooral. Ja. Maar die hebben we nog niet gedaan, hè? Daar zit ik wel op te wachten eigenlijk. Ja, dan kunnen we die zo meteen nog doen. Is goed. Mooie timing. Mooie timing, ja. Daar gaat hij. En hier is die dark ride onder mij. Met een bootje. Er wacht ook bijna niemand voor, maar het is wel een hele unieke. In deze grote hal vindt het zich plaats. Ook een paar duifjes daar. Lekker te chillen. De River Caves. Ja, leuk ding. Dat is trouwens de enige grote val die je maakt. Je wordt er niet heel erg nat in, hoor. In de Tunnel of Love. Nou, dan komen we aan bij het plein. Eigenlijk ook waar de ingang is van het park. En dan gaan wij naar de Grand International. Ja, ook wel een bijzondere baan. Het is namelijk een Mobius Loop. Dus je stapt eigenlijk aan de ene kant in en aan de andere kant stap je uit. Kijk. Dus als je eigenlijk blijft zitten, dan doe je eigenlijk beide banen. Leuk, hè? Ja, dat maakt het heel bijzonder, want er zijn er nog niet zo heel veel meer van. Nee. Ook met een oudje, hè? Ja, ik geloof ook al wel 1930 of zo, weet ik veel. Dus een heel oude. Kijk. Je hebt een soort van Aquanura. En hier nog een funhuis erachter je. Ja, alleen wel apart. Het is een funhuis en er hoort eigenlijk nog een soort van Villa Volta-achtige kamer in te zitten. Maar die werkt al heel lang niet meer. Maar het is er ook een soort museum of zo? Ja, een soort museum van gekkigheid of zo. Ja. Dus, nou, daar is je hoor, de Grand National. En hier gaan we nog even in natuurlijk. Kijk, daar komt het karretje aan. Ja, dit is de laatste attractie die we gaan doen. Alice in Wonderland. Nou, is dat, daar gaan we. Ja, leuk hè? Ja, ben je vriend. Oh. En daar staat Alice. Mooi hè, heel veel details in die attractie, is niet normaal. Hey, kijk
is. En dan komen we buiten. Leuk dat u buiten nog een klein parcoursje aflegt. Ja, dit was het park. Het gaat sluiten. We gaan nog even souvenirs kijken. Lekker shoppen nog. En Essel, overleven met die jongen? Ik wil net zeggen, hij heeft me goed gezelschap gehouden. Ja, toch? De Mad Hatter, hè? Ja, sowieso. Ja, hier nog de merchandise shop. Hele mooie globe van Valhalla. Ja, ze hebben zoveel spullen. Zoveel sokken, t-shirts, truien, bekers. Het is echt, ja, niet normaal. Ja, dit is mijn aanwinst voor vandaag. 17 pins, waarvan ook wel een paar dubbele voor wat vrienden. Nou ja, ook even die magneten natuurlijk, die nieuwe. Het ziet er allemaal hartstikke leuk uit, maar Hessel heeft ook iets heel moois, hè? Ja, ik heb namelijk een origineel loopwiel dus van de Steeplechase mogen kopen. Met een certificaat of authenticity erbij. Dus dat hij eigenlijk echt is en dat hij van die attractie afkomstig is. Ja, is echt. Nou, kon ik je ook vertellen. Nou, dat is mooi. En deze vond ik ook heel leuk. Het zijn pinbadges van hout. Van de houtaagbanen. Maar ik vond ze heel leuk. Ik ben niet zo heel erg van de pins zoals ik jij. Ik het zeggen, maar deze ik vond hem niet mooi. Ik vond hem niet mooi. Ik vond hem gaaf, maar ik vond het doosje ook vet. Doosje was gaaf, ja. En dit, een coaster cutout. Is ook heel gaaf. Gaaf, want je had er een van de Bandit uit Movie Park, hè? Ja, en ja, ik zag deze en die vond ik ook heel gaaf. Nou, vet toch? Mm-hmm. Nou, in ieder geval goed gescoord. En dat nog, ja, nog een paar parken te gaan natuurlijk. Ik zal even de pins goed laten zien. Geweldig. Ja, en allebei hebben dit houten plankje gekocht. Dat kan je ophangen. En dan met de naam erop. En natuurlijk Wallace & Gromit. Ja, ik kijk nu even hier achterop, zeg maar. Maar moet je kijken. Twee van de 2290. Ik weet niet of dat de stuks zijn. Dat dit de tweede is ooit gemaakt. Ik heb geen idee. Maar deze was al vrij nieuw, begreep ik. Zo, en wij gaan nog even naar Coral Island, hè? Ja, daar hebben wij namelijk nog wat goed te maken van gisteren. Ja, klopt, de dark ride, hè? Ja, alleen dachten we deze keer gaan we niet wandelen, we gaan lekker met de auto. Nee, geen uur lopen, want we hebben vandaag al 14.000 stapjes gezet. Daarom en dat vinden we alweer genoeg. Daar hoeven we niet nog 5.000 bij. Nee. Kijk, laat nog even een plattegrond zien van het totaalplaatje. Fantastisch, en daar is als goed de dark ride. Hopelijk is die geopend nu. Gaan we weer naar binnen. Nee. Oh my god, dat meen je niet. Zijn we weer te laat zijn? Zijn we weer te laat? Dat meen je niet. Ja. Nou, dat is wel eng, hè? Ja, dan maar gewoon dit hoor. Ik vind het helemaal goed. Want ja. We komen weer te laat. Terwijl we gingen om tijd eten en zo. Nou, maar het was wel laat hoor, nog. Ja. Hadden we meteen naar Blackpool moeten gaan. Ja, ik heb een muntje voor Core Island. Ik ga naar de Pirate Flyer. Dit is de monorail. Ik wil toch even een attractie doen. Dus we gaan eens kijken. Kijk, een piraatje hier zo. Leuke aankleding voor een wachtrij. En hier kunnen we instappen. Ja, daar zit ik dan. Ga ik lekker een rondje rondom de hele hal. Mooi overzicht ook. Ook een heel leuk stukje indoor. Kijken of ik Hessel nog kan spotten. Want die zit ergens hier zo. Alleen ik weet nog niet waar. Die bootjes zijn ook zo leuk. Maar ik ben een beetje aan het heen en weer schommelen. Best wel creepy eigenlijk. Nee, nog geen Hessel gespot. Misschien is hij wel een knuffel voor mij aan het winnen. Je weet maar nooit. Nou, daar gaan we. Ben benieuwd. Mooie belichting zeg. Het gaat ook een stuk langzamer. Ik denk dat dat ook een bewuste bedoeling is. Om de scènes goed te kunnen zien. Wauw, het ziet er heel mooi uit qua ja, de belichting. Echt heel mooi. Oké. Okay. Dan krijgen we hier allemaal schatten natuurlijk van die piraten. Het is allemaal vrij statisch. Hessel zei dat ook van. Ja, volgens mij kan ik me nog herinneren dat het allemaal wat statischer was. Hij heeft groot gelijk, maar ik vind het toch heel vet om te zien. Kijk, een paar skeletjes daar.
En dan komen we weer naar buiten. En haaien ook door de boot heen. Leuk, leuk, leuk. Heel leuk. Mooi indoor gedeeld hoor. Kamelen race. Hier kan je nog lekker eten. Een family bar. Ja, dat piratenthema kan je echt heel goed uitmelken op een leuke manier. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ook met die zwaarden hier aan die palen, hè? Hier zo. Hessel? Ja. Kom eens. Wat heb jij gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja. Wat heb ik gedaan dan? Kijk maar in de badkamer. Ja, dat zag ik net ook inderdaad. Ja, je heb jij gedaan? Nee. Jij bent als laatste in het bad geweest. Ja, trek het vooral nog verder los. Ja, ja. Nee, dat moet... Ja, maar help dan mee. Ja, prima. Nee, dat zag niemand... Ja, hoe kan dit dan weer? Dat weet ik niet. Nou, zo. Fixed. Ja, top, niks meer. Niks buurman en buurman fixen het wel. Ja, ah, jeetoe. Nou, dat nee. was weer mooi. Was weer mooi, je buur. Ja, slaap lekker in, buur. Oh, ik heb wel echt moeie oogjes. Lange dag. Morgen wordt het nog langer. Morgen gaan we naar Alton Towers. En er wordt een hoop reizen. Maar het wordt ook een hoop lopen weer. En het wordt een hoop attracties bezoeken. Alleen maar leuke dingen. Maar het kost wel wat energie. En dat merk ik nu ook wel. Met terugkomend op het begin van de vlog. Kort slapen. En dan, ja, dan merk je het s'avonds wel. Dus ik ga vroeg naar bed. Slaap lekker iedereen. En tot morgen bij een nieuwe vlog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even. En tot snel. Doeg. Ja, een hele goede morgen iedereen. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we uitchecken bij dit fantastische grote appartement. En gaan we richting Alton Towers. Nou, het was leuk. Het was weer heel gezellig. En ja, goed. We gaan dus naar Alton. Ja, ik heb weer zoiets doms gedaan. Echt, alleen ik kan dat doen. Dus luister goed. Ik had dus een shirt van Alton Towers gekocht voor 35 pond geloof ik. Omgerekend bijna, nou ja, laten we zeggen 38 euro. En toen had ik dat etiket had ik eruit willen trekken. En toen is dat shirt kapot gegaan. Ik heb dat nooit gedragen. Heel stom. Echt zo stom. Ik weet het. Maar wat we vandaag gaan doen is... En of dat lukt weet ik niet. Het zou echt super vet zijn als het kan. Het shirt proberen om te ruilen zonder bonnetje. Nou weet ik dat Alton Towers best wel streng kan zijn. Dus ik denk toch wel voor een 70% nee. Maar we kunnen altijd proberen, toch? Dus ik heb hem bij me in mijn rugzak. En dan gaan we checken of het allemaal goed komt. Ik denk het eigenlijk wel. Dus ja, duimen, vooral duimen. Laten we snel gaan met de reis naar Alton Towers. We zijn weer terug op de road. Ja. On the road again. Met nog 48 minuten te gaan. Ja, totaal 2 uur en een kwartiertje geloof ik was het. Ja, zoiets. Best wel een eindje rijden van Blackpool naar Alton. Maar het is het waard. Ja, zeker weten. Ja, het is een klein beetje file. Een klein beetje vertraging, maar we komen rond, laten we zeggen 10:30 komen we aan. Ja. Dan is het park net een half uurtje open, geloof ik. Ja, dus we zijn er helaas niet met parkopening, nee. Maar op zich maar, ja, het is een doordeweekse dag, dus we hopen dat we alles kunnen doen. Ja, zeker. Nou ja, de grote attractie natuurlijk en de vernieuwde attracties, want er zijn er 2 totaal. Ja, 2 nieuwe attracties voor ons, en waarvan eentje eigenlijk volledig nieuw. En een andere, ja, die is eigenlijk in 2012 geopend. 2015 gesloten en nu weer open. Wauw. Dus, ja, bizar. Zo lange tijd. Gewoon niks meer van gehoord ook. Ja, gewoon dat die... Ja, dat is heel raar. Dat is de Nemesis Septerra. Die is gewoon ooit een keer dichtgegaan. En toen hebben ze gedacht... Ja, het gooien we dan niet meer open. Ja. En nu ineens nu Nemesis gerenoveerd wordt. Ja, op zich kan wel open. Ja, doe maar. En we weten ook niet... We weten ongeveer wat voor soort attractie het zou moeten zijn. Maar niet de uitvoering of wat we gaan ervaren. Dat weten we allemaal niet, ook niet opgezocht. Dus dat wordt heel bijzonder. En natuurlijk voor mij een favorietje, denk ik. De Curse of Alton Manor. Alton Towers, sorry. En dat wordt ook fantastisch, want het wordt een spookhuis. Nee, je had de naam al goed. Oh. Ja, de Curse of Alton Manor. Oh, toch wel. Ja. Oh, ik dacht Alton Towers, joh. Nee, ja, de Curse of Alton Manor. Toch wel. Oh, zag ik toch goed. Ik twijfelde even. Ik dacht, volgens mij zeg ik niet goed. Nee, was goed. Nou ja, dat wordt natuurlijk wel heel leuk. Het shootingmechanisme is eraf gehaald. Dus dat wordt leuk. Je bent nog steeds verkouden, Hessel.
Ja, en ik begin er langzaam vanaf te komen. Ja, dat is al een stuk beter. En ik moet nog eventjes doorzetten. Maar genoeg zakdoekjes mee, hè? Dat scheelt. Ja, daarom. Ja. Nou, Alphen Tower staat al op de bodem. Oh, dus, kijk nou. Kun je nagaan. Drie kwartier zijn we er pas. Nu al aangegeven op de borden. Dan weet je dat het een goed park is. Ja, ik zei tegen, het is een beetje de Efteling van Engeland. Zo zou je het kunnen zeggen, beetje, ja. Beetje druk. Eigenlijk elke dag druk. En gewoon goed aangegeven op de borden. Het grootste park van Engeland. Dus ja, ik ben benieuwd. We komen er zo aan. Tot zo. Ja. Kijk, zo herkennen we de omgeving weer. Was vorige keer ook, hè? Met al die heuvels en zo. Ja, het was een enorme heuvelachtige weg om eigenlijk bij het park te komen dan. Dus ja, dat is best wel leuk om het eigenlijk weer opnieuw te hebben. Ja, of we dezelfde route hebben, weten we natuurlijk niet. Want we komen van een andere richting nu. Maar ja, soms dan hebben we een soort van sneak peek. Kunnen we kijken naar het landschap. Heel mooi. We herkennen dit gewoon van vorig jaar. Het was natuurlijk, de Queen was overleden. En toen hadden ze allemaal van die foto's aan de winkeltjes hangen en zo met haar hoofd erop. En van die rouwboeketten natuurlijk. Ja. Aan dat paaltje daar. Ja, bij die paaltje, ja. Daar stond echt een hele grote foto. Toch? Ja, klopt. Nou, en nu is het wat, vrolijk. Het is nu wat vrolijk inderdaad. Vlaggetjes hangen er nog steeds, maar zo herkennen we het wel. Dit is precies dezelfde route. Wat leuk. Wat leuk, ja. Ja. We pakken de monorail en dan gaan we lekker naar het park. Nou, we krijgen eerst weer tassencontrole, maar dan zijn we wel binnen dadelijk. Ja, hoe kan ik deze allereerste attractie die we deden omschrijven? Gewoon prachtig. Ja, het was echt een enorm mooi samenspel van special effecten, grote decoraties en heel veel toffe, ja, andere effecten. We hebben het over Alton Manor. Ja, daar is Nemesis. Ze zijn nog mee bezig, want de baan wordt geretrackt en ja, mooi uitzicht nu. Ja, dat is wel tof om te zien zo naar die kant toe. Echt hoor. Failure to comply is punishable by a mandatory prison sentence. Thank you for observing all. Ja, we hebben wat probleempjes, heel veel attracties in de technische storing. Ook de Wickman stond net stil op de lift hill, maar dat is nu weer gefixt gelukkig. Ja, wat een gezelligheid hier in Alphen Towers. Ja. Met het Mardi Gras evenement. Allemaal dansende mensen hier. Echt heel leuk. Ja, we gaan hem er even mee pakken. De Smiler, 14 inversies. En maar 30 minuten. Dus laten we naar binnen gaan. Ja, het is inmiddels, ik geloof, ja, bijna 3 uur. We hebben best wel veel attracties al gedaan. Maar, eventjes off-topic. We hebben in al die vakantievideo's weer een bus verstopt. Nee, dit keer niet. We hebben niks verstopt. Dus je hoeft niks uit te zoeken. Ofwel. Het was wel leuk. Ofwel. Nee. We hebben als het goed is niks verstopt. Nee. Als het goed is. Nee, maar we hebben net Granny, Gangster Granny gedaan. Echt een toffe dark ride. Ze hebben hier echt kwaliteit dark ride, sowieso. Ja, echt geweldig. Oh, heerlijk. Ja, we gaan Subnautica's open. Hoe heet die? Subterra, die is weer open. Subterra heet die. Ik zeg Subnautica, denk ik. Dat is een hele andere attractie. Dat is wat anders, ja. Nee, Subterra is weer open, dus we gaan dadelijk daar naartoe. Ja, mooi toch? Ja, heerlijk. Ja, daar verderop zijn de gardens. Dat hoort toch allemaal bij het park. En als je daar oprecht loopt, in dat dal, dan voel je helemaal niet alsof je in het park loopt. Nee, dat is net alsof je zeg maar in een van de kasteeltuinen ergens in de buurt hier loopt of zo. Het is heel bijzonder. We wouden eigenlijk dus van 13 naar Nemesis Subterra. Dat kan heel makkelijk door bijvoorbeeld de kabelbaan te pakken. Die is dicht. Ja, er is al meer dicht vandaag. Ja, helaas wel. beetje last van storingen vandaag. Ja. Maar ja, niks aan te doen. Nee. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, we boffen enorm met het weer. Maar ook met de wachttijden. Want we hebben natuurlijk vorig jaar twee keer gedaan, 2 dagen. En toen stonden best wel wachtrijen van 40 tot een uur. Dus ja, het is nu 10 minuten, 20 minuten. En sommige attracties zijn nog korter. Dus ja, we boffen enorm. We gaan in ieder geval nog even een ritje maken in de Subterra. Want die is geopend, 40 minuten wachttijd.
Daarna doen we de Wickerman, want het staat maar 10 minuutjes misschien. En daarna gaan we naar de shop en dan is het spenderen van heel veel, ja, hoe zeg je dat? Heel veel monies, heel denk veel ik. Ponden gaan, heel veel ponden gaan gespendeerd worden. Nou ja, ik ga bewust wel een beetje letten op mijn portemonnee. Ik ben dat jou alsnog iets van 80 pond gaan uitgeven. Ja, misschien wel, maar het is gewoon, het is heel verleidelijk. Zeg maar, het is heel verleidelijk. Ja, daarom. Ik laat me gewoon lekker gaan. Ik laat me verrassen. Wat de bon is. Ja. Gewoon zo je pinpas erin stappen. Ja, prima. Ja, goed. Nou, we zien het wel. Ja, we zijn hier bij Galactica. De flying coaster van het park. Stond 45 minuten, maar we konden gelijk doorlopen. Heerlijk. Ja, meestal schrikt dat wel voor een bezoeker af, hè, om dan niet te gaan. Maar de medewerker zei dat het al heel de dag 45 minuten was dus. Of zelfs een uur. Ja, het is een leuk baantje. Er zit een leuke bocht in waar je toch een tijdje op z'n kop hangt. Nou ja, eigenlijk op je rug hangen in dit geval. Wat een feest hier zeg. Ja, we sluiten toch heel erg feestelijk af. Leuke parade. De mannen van het sportieve leven. En de mannen zonder geld op dit moment. Ja, best wel veel uitgegeven, ja. Over de 100 euro, maar we zwijgen er even over. Het was nodig. Ja, ja, ja. Een beetje. Een beetje, maar. Ambition. Ja, we gaan dus nog even 3,5 uur reizen naar het volgende appartement. Best wel een eindje. Maar er zitten wel weer 20 minuten van Thor Park en Chessington af. Ongeveer. Hessel? Oh! Sorry, ja, ik was zo lekker aan praten. Dan heb ik het niet meer door, hè? Nee, ja, we zitten dus vlakbij de twee parken die we nog gaan doen. En natuurlijk Chessington voor Jumanji. Ja. En Thor Park voor... The Ghost Train. The Ghost Train, die is helemaal vernieuwd. Nieuw spookhuisje. Dus ja, we zijn er heel erg benieuwd naar. En ik hoop jullie ook. Dus we gaan eigenlijk de laatste paar dagen de parken doen die we eerder hebben gedaan. Dus we zijn daar bekend. We weten de routes, dat is mooi. Dus ja... Dat wordt nog wat, maar Alton Towers was eigenlijk de grote verrassing nog voor ons eigenlijk. Ja, het was echt wel weer een topdag hoor. Zo. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, we gaan nu even de auto zoeken en dan gaan we dus even een stukje reizen en nog eten. Is niet zo moeilijk, ik zie hem al staan. Ah, ik zie hem ook. En daar is het dan, Miller & Carter Steakhouse. Wauw, dit ziet er fantastisch uit. Wat een design ook, wat een leuk gebouw. Prachtig. Nou, we gaan eens kijken wat ze hebben. Nou, het andere restaurant zat helemaal vol, dus we gaan naar de Lime Tree, een andere. Ja, lieve mensen, we hebben heerlijk gegeten. Zelfs een toetje. Ja, dat hebben we nog niet gedaan, hè? Nee, dat hebben we echt, we nemen nooit toetje. Ja, in een appartement hebben we al toetjes gegeten, maar niet in een restaurantje. Was lekker. Ja, dat was echt gegeten. Dat was een goede maaltijd. Ja, toch? Ja, het puntje is alleen, we moeten nog best wel lang rijden. Totaal was het 3 uur en 40 minuten. Vanaf Alton Towers? Vanaf Alton, ja. Nu nog 2 uur en dan komen we 11:30 in de avond komen we aan, dus dat is behoorlijk laat. En dan gaan we natuurlijk even uitpakken met alle koffers. Dus eer dat we in bed liggen zal het misschien wel 1 uur zijn. Maar ja goed, het was het echt waard vandaag. Ja, en absoluut. En het voordeel is, als het goed is hoeven we morgen maar een kwartier of 20 minuten te rijden. Dat scheelt. Dus we kunnen een beetje uitslapen. Ja. En we willen morgen dan ook 2 parken bezoeken in 1 dag. Wat we eigenlijk al heel veel hebben gedaan deze trip. We hebben heel veel gedaan. We hebben heel veel vaak gedaan. Inderdaad, 2 parkies. En dan willen we naar Chessington en Thor Park in 1. Ja. En of dat gaat lukken, dat denk ik wel. Maar we kunnen niet alle attracties doen natuurlijk. Nee, maar in principe, ja, het scheelt. Die 2 parken liggen ongeveer 20 minuten van elkaar af. Ja. En in Chessington zijn er eigenlijk een paar attracties, ik wil zeggen, die willen we graag doen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Thor Park. En ik heb vandaag al een beetje gekeken als het qua wachttijden net zo wordt als vandaag. Dan wordt het misschien een keer bij elke attractie max een kwartier wachten. Heerlijk. Dat zou fijn zijn. Een kwartiertje wachten is lekker. Ja, daarom. Ja. Maar we pakken natuurlijk wel de highlights. Dus denk aan de grotere dark rides, de achtbanen. De nieuwe attracties. Vooral de nieuwe attracties, daar komen we voor. Voor Chessington is dat natuurlijk de World of Jumanji. En voor, wat we al eerder zeiden, voor Thor Park is natuurlijk de Ghost Train. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Dus ja, het is een beetje een... het is echt wel de langste dag die we hebben gehad, denk ik, vandaag. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, hè? Komt goed. Schouderklapjes. Nou ja, dan moet ik zeggen, de eerste dag was ook best wel heftig. Ja.
Ik zat toen al om 5:30 in de auto. Ik denk dat je 7,5 uur hebt gereden die dag. Ja, zoiets. Ja, vandaag ook wel bijna 6 uur, denk ik. Ja. Maar ja, goed, je moet altijd wel over hebben. En Engeland is gewoon toch nog best wel een groot land. Ja. En ik had vorig jaar niet het gevoel dat het zo groot was. Maar dit jaar wel. Dat is heel raar. Ja, omdat vorig jaar zijn we natuurlijk echt begonnen in het midden van het land, hè? Ja. En nu zijn we van onderen naar boven. En gaan we van boven weer naar onder rijden. Ja, want die kust was verraderlijk. Ja, kust was verraderlijk. Ja. Ik dacht van, nou, dat zit allemaal dicht bij elkaar. Het is allemaal van die kleine stukjes die we af moeten leggen. Maar toch, dan kijk je 1,5, 2 uur. Denk je, oké, 2,5 uur zelfs. Dus ja, het is verraderlijk. Nou ja, ik heb zin in even te kijken. Maar we hebben deze trip nu al 1638 kilometer gereden. Zo, 1600 vanaf, kilometers. Vanaf jou dan, hè? Ook vanaf Rotterdam. Nou, ja. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja, dat is dat leuk. Daar en wat daar komt veel. Nog wel, denk 600 kilometer bij. Ja, toch? We gaan ervoor, over die 2000 kilometers. Ja, nou, het is niet het meeste, hè? We hebben een keer 3500 Zweden, hè? Ja, Zweden-Denemarken, 3500 kilometer. En dan die laatste dag, toen heb jij gereden, jongen. 12 uur lang. Oh, ik was kapot. En dat duurde ook lang. Maar dat logisch natuurlijk, 12 uur op een dag. Maar ja, het was wel echt een onvergetelijke reis. Denemarken en Zweden was wel echt een hoogtepunt van mijn leven ook wel, hoor. Ja, denk absoluut, ik voor mij ook wel. Absoluut. Maar ik denk deze twee Engeland-tripjes ook wel zo kunnen zeggen. Ja, zeker. Nou, dit was ook fantastisch natuurlijk. En hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Ik laat morgen pas het appartement zien, omdat we gewoon kort tijd hebben. Ja. Dus wacht dat even af. Kijk de video van morgen. En dan gaan we ook nog even naar twee parken in die video. Ja, dat wordt leuk, hè? Sowieso. Nou, vergeet niet te abonneren, dat zou ons ontzettend helpen. En ik zou zeggen, tot de volgende en houdoe! Doeg! Houdoe! Hey, hallo iedereen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vakantievlog. Nou, het is lekker laat. Het is inmiddels 1:30 in de nacht. We zijn aangekomen bij ons appartementje, nummer 75. Kijk, we zijn binnen. Zo. Nou, we gaan eens even een kijkje nemen. Nou, dit is de kamer. Ziet er modern uit, zeg. Het is heel netjes. Het ruikt heel schoon. Het ziet er heel schoon uit. Een mooi keukentje. Nou, hier slapen we dan eigenlijk. Volgens mij dachten ze dat we een stel waren. Want... Ja, het is een beetje close. Een beetje close. Kijk, wat hebben we hier? Oh! Er zit een afstapje als je het toilet in komt. Oké, nou precies wat het eigenlijk is voor een studio. Ja, precies wat ook op de foto stond. Ja. Dus dat is heel netjes. Het is geen Studio 100. Nee, het is geen Studio 100. Nee. Zo, nou, het is inmiddels bijna 1 uur geloof ik. En wij gaan in ieder geval ons klaarmaken voor de nacht. En dan, dan hoop ik jullie morgen weer te zien met een frisse, fruitige, nieuwe dag. Toch? Sowieso. Zo is het, toch? Ja. Nou, tot morgen. Of het wordt geskipt in de video. Tot vandaag trouwens. Ja, tot vandaag. Ja, tot vandaag. Zo, we zijn weer fris en fruitig onderweg naar het allereerste park. Chessington World of Adventures. Ja, daar heb ik wel weer zin in, hoor. Ja, zeker. Dat is weer, ook weer 9 maanden geleden natuurlijk. Ja. En we gaan lekker genieten van The World of Jumanji. Die heeft een windcoaster met een soort boomerang windcoaster. Dus dat is vrij uniek. Ja, het is werelds eerste shuttle windcoaster eigenlijk. Mooie term, hè? Ja, best wel apart. Ja, en natuurlijk ook in The World of Jumanji is natuurlijk wel een hele toffe film. Ik heb pas trouwens de oude Jumanji film voor het eerst gezien. Dus ik ben helemaal voorbereid. En okay. Ik weet niet of het nou op de nieuwe is gefocust of de oude. Ja, sowieso op de nieuwe. Ja, denk ik ook wel. Dus wat moderner. Met The Rock, hè? Ja, sowieso. En Jack Black. Ja. Sowieso, natuurlijk niet vergeten. Biertjes. Nou, in ieder geval, we gaan even een stukje reizen. Het is 40 minuten. Kleine file, maar die is langzaam weg aan het verdwijnen, vervagen eigenlijk. Dus we hebben daar geluk in. En tot zometeen. Nou, we zijn er aangekomen. Natuurlijk wil ik niet te veel laten zien van World of Jumanji. Daarvoor in de review meer natuurlijk, hè? Ja, ik kan wel zeggen, het is een topbaan. Het is een leuk baantje. Heel absoluut, mooi. Absoluut. Nou, we gaan nog wel even andere attracties doen. Sowieso. Absoluut. Ja, we gaan in Toon Blasters. Echt met een hele vette soort van Fata Morgana-achtige setting. Arabisch. En zo zou eigenlijk de wachtrij eruit moeten zien van Fata Morgana, vind ik persoonlijk. Ik vind het echt heel gaaf. Het is sfeervol, vol met details.
Maar ja, de Efteling heeft echt niet echt iets met het thematiseren van wachtrijen. Behalve dan natuurlijk Vliegende Hollander. Nou, de Baron ziet er goed uit. Maar ja, wachtrijen als Droomvlucht, Carnaval Festival. Het is het dan net niet, weet je wel. Ja, we komen langs de Crocodile Drop. En trouwens, die dark ride was wel hartstikke leuk, hè? Ja, wat echt top om weer te doen. Echt een fantastische dark ride. Ja, mocht je echt de hele video willen zien, kijk onze review van vorig jaar. Ja. Dan zie je ook een complete onride nog van de attractie. Ja, dat is allemaal te vinden. Ja, toch? Nou, er is dus een Mardi Gras evenement. Dus heel feestelijk allemaal. Hele vrolijke muziek door het park. Verschillende shows ook. En hier hebben we een beeldje van gekocht. Maar we hebben het gevoel dat er nog meer van die leuke beeldjes zijn in het park. Dus ik hoop het nog. Ja, we gaan het zien. En we komen in het Mexicana gebied. Ja, vorig jaar was er een achtbaan gesloten, de gemotoriseerde achtbaan. En die is nog steeds buiten werking. En Hessel zag ook dat die niet meer op de kaart stond, op de plattegrond. Nee, ja, hij staat er wel getekend, maar niet meer als attractie aangegeven. Ja, echt een prachtige carousel. Heel mooi aangekleed. En we gaan even kijken in de souvenirwinkel, want ja, daar komen we natuurlijk ook wel een beetje voor, hè? Ja, dat ja, ja. Dat zulke merch hebben als een Alpen Tower. Zo, dat zou mooi zijn, hè? Gaan we weer met 100 pond naar buiten. Nou, ik wil het eigenlijk niet doen. Snap ik. Ja, uiteindelijk hebben we dus wat magneten gehaald en wat pins. Daarna gingen we naar de Vampire met een fantastisch station. Met een orgelspelende griezel. En dat was ook weer een heerlijke, soepele baan. We hadden hem eerder al gedaan, maar het blijft echt heerlijk om te doen. En nou eindelijk in de dark ride, de laatste attractie die we vandaag gaan doen. Oh jee. Oh jee. Oh. Wow. Wow. Kom een beetje. Cute, hè? Allemaal water druk nog. Ja, Sol, dat was onze dag alweer. Het is 1 uur. Ja, het was een vlug bezoekje zou je kunnen heel zeggen. Heel vlug. Maar het was wel heel leuk. We hebben de grote highlights wel gedaan nu. Mm-hmm. Ja, we hebben eigenlijk alles gedaan wat we wouden doen. Dus, nou, op een Thorpark. Hoppatee. En dit hebben we eigenlijk nog helemaal niet gefilmd. Het hotel van het park ziet er ook fantastisch uit. Je hebt ook een eigen parkeerplaats. Als je dus in een kamer zit van een bepaald thema. Dus dan het Safari Hotel en de Azteken Hotel. Sorry, ik had toch wel eigenlijk die spinning coaster willen doen. Ja, de Dringer's Fury, hè? Ja. Kan ik begrijpen. Het is echt wel een heel tof baantje. Alleen, ja, er stond nu nog 25 minuten voor. Dus, Moeten weer door naar het volgende park. Het is allemaal een beetje kort op elkaar. Maar we kwamen uiteindelijk voor alleen de World of Jumanji. Dus eigenlijk, ja, dan wil je wel een paar highlights meepakken. Hebben we ook gedaan natuurlijk. Maar uiteindelijk gaan we weer door naar het volgende park. En dat wordt het Thorpark natuurlijk. Ja, want dat ligt maar 25 minuten verderop. Heerlijk. Dus en met de Nullipas kunnen we er zo heen. En de wachttijden waren heel kort. Want voor Stealth stond 0 minuten. En volgens mij voor de Swarm 5, The Walking Dead 10. Ja, fantastisch. Wat dat zijn tijden. Ja, wat toch gek is. Want vorig jaar waren we ook op een doordeweekse dag in het Thorpark. En toen was het zo spekdruk. Ja. Maar ja, maar toen waren er heel veel schoolreisjes. Dat is ook zo. Dus ja, we gaan nu daarheen reizen en tot zometeen. Ja, daar staat het al, Ghost Train 2023. Dat is natuurlijk helemaal open. Kijk eens aan. En daar zijn we, op de parkeerplaats. Welkom Thrill Seekers. Kijk eens. Het is natuurlijk op een eiland gebouwd allemaal, dit park, hè. Wat is het rustig, Hessel. Er is echt niemand, er is niemand. Ja, maar het is 2:30, hè. Dus... Ja, dat klopt. Een beetje een rare tijd. We gaan even door de security. Oh, daar zo. En dan tascontrole en dan gaan we naar binnen. Dit is het laatste pretpark, Hessel. Ja, helaas. Besef dat eventjes. Helaas. Aan alles komt een einde. En ook aan een pretparktrip helaas. Ja. Maar we zijn nog niet klaar natuurlijk. Nee, precies. We gaan eigenlijk wel een beetje knallend afsluiten, hè. Altijd. En niet met scheet, hè. Nou, oh, dat was er één. De teaming is natuurlijk ook echt fantastisch. Brandweerauto helemaal in het water. Dan gaat hij door het gebouw heen. Het is eigenlijk een kerk en die is helemaal verwoest. Kathedraal, hoe je het wil noemen. En dit staat er nog over.
top. En gewoon geen wachtrij. En lekker weer ook nog. Dat ook nog eens. Hartstikke top zo. Ja, dit was de laatste rit voor de hele vakantie. Wat fantastisch. In stealth. Ja, dit was hem hoor. Geweldig. Wat een rit. 4 keer gedaan vandaag. Ja, wat bizar hè. Ongelooflijk. De laatste rit van de dag. Frontrow. Frontrow, ja. Kan het niet. En de laatste ook hè. Allerlaatste uit het station. Ja. Echt fantastisch. Het park is gesloten. Het is bijna 4:15. En we gaan nog even een rondje lopen rondom het park. Heb je een beetje, ja, een soort van sfeer, hè? Hoe het park erbij ligt. Ja, dit is in ieder geval Angry Birds land. Een beetje outdated, als zeg je het mij. Want Angry Birds, volgens mij speelt niemand dat spel meer. Hey. Nee, ik speel het ook niet meer, nee. Nou, dat bedoel ik. Maar ja, het ziet er wel leuk uit. Nou, de hangende achtbaan was helaas gesloten. Dat was echt heel jammer, want ik had hem graag willen doen, de Inferno. Ja, toch een hele bijzondere rit. Voordat je op de lift heel komt, krijg je nog echt een beginnetje ook. Met een lekker vaartje. Ja, die mis ik wel. Nou, lekker muziekje ook. Hier was Mardi Gras, een evenement. Ja, voor deze bootjesattractie stond ook een hele lange rit. Helaas niet kunnen doen. Het is eigenlijk gewoon een glijbaan naar beneden. Nou ja, het is mooi weer, hè. En dan gaat iedereen de waterattracties opzoeken. We hebben daar nog waterglijbanen. We hebben eigenlijk helemaal geen waterattracties gedaan. Nee, maar dan weet ik dat de Rapids hier niet heel bijzonder is. Tenminste, ik vond er eigenlijk niet heel veel aan de vorige keer. Nee, vond ik ook niet leuk. Maar ja, voor die staat best wel een lange rij. En voor die stond ook best wel een lange rij, zag ik. En dan wacht ik liever voor de Ghost Train of voor een van de achtbanen. Ja, mee eens. Nou, we hebben genoeg achtbanen gedaan vandaag. Ik wil net zeggen wat je wachten noemt, want er was gewoon geen wachtrijden. Bizar, bizar. Zo, en nog een mooie overview van het park met een heerlijk stralende zon. De hele dag echt een zon gezien ook. Voelt eigenlijk als vakantie. Het is ook natuurlijk vakantie, logisch. Oh, Hessel, dit voelt zo verschrikkelijk lekker hier. Ja, dat was wel echt een perfecte dag. De dag begonnen in Chessington en geëindigd in een dorp. Klinkt stom, maar ik had het geen betere dag kunnen wensen. Nee, dat was wel echt een van de beste dagen van de vakantie. Absoluut. Genoten. Ja, het park biedt echt wel heel veel attracties voor iedereen. Maar ik merk gewoon heel erg dat er veel pubers naar dit park komen. Ja, dat verschil merk ik enorm. Ook als je vergelijkt met Chessington, waar we dan vanochtend waren. Daar liepen echt puur de families. En hier lopen echt puur de jongeren. En het is niet dat hier families lopen en daar jongeren. Dus ja. Ja, nee, maar het verschil moet er zijn. En het park spreekt ook jongeren heel erg aan. Kijk naar alle achtbanen. Ja. Je kan het een beetje vergelijken met Walibi Belgium misschien. Hè? Of gewoon Walibi. Je trekt ook jongeren aan. Veel achtbanen in het park, weinig aankleding. Nou, ik moet zeggen, bepaalde achtbanen hebben echt een stralende aankleding. Ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Swarm, het ziet er heel goed uit. Walking Dead is ook wel een toppetje, moet ik zeggen. Ja, maar als je dan kijkt naar minimale teaming. Ja, Stealth is bijvoorbeeld niet zo heel veel geteamd. Maar de Swarm is wel weer heel erg goed. Ja, dat is absoluut waar. Dat ziet er gewoon heel tof uit. Ja. Ik hoop dat ze gaan investeren natuurlijk in nieuwe attracties. Nou, er komt een nieuwe achtbaan aan. Dat is heel mooi. En ik hoop dat die echt dikke teaming krijgt. Dat zou wel heel tof zijn. Ik weet dat die een soort van gouden kleur gaat krijgen. Een gouden kleur? Ja. Oké, dus die is heel veel geld waard dadelijk. Misschien wel, inderdaad. Misschien kan je een stukje kopen daar in de winkel. Ja. Of in de webshop, maakt het uit. €2000 per stuk zeker. Nou, en over webshop gesproken. We gaan toch nog even kijken in de shop van het park. Want er is nog eentje. Ze hebben twee van die soort van Main Street shops. Of Main shops. Ja. En ja, misschien dat ze daar nog wat leuks hebben. Laten we het hopen, hè. Ja, en dit is een van die winkels. De Island Shop. Kijken of ze nog wat nieuwe dingen hebben. We hebben natuurlijk al best wel wat gekocht. Ik heb voor ongeveer £32 aan spullen gekocht. Omgerekend €35. Hé, hey, wat leuk. Dit is best een leuk kussen. Kijk nou. Het is een autoband. Ja, en een goede achtbaan. £15. Dat is leuk, is leuk. Ja, ik zoek liever een vierkant kussen. Ik heb helemaal geen kussen gekocht deze reis. Ik wilde wel eentje. Nou, nee, ja, nee, ik wil vierkant. Dat klopt hiermee. Hoezo, maar dit past er wel bij. Ja, oké. Wat een vet beeldje. Kijk eens, die ga ik meenemen hoor. Solid ride. Ja, en toen liepen we weer van het eiland naar het normale vasteland, om het zo maar te zeggen. En we gingen nog lekker even uit eten. Altijd goed. Voor de laatste keer gaan we uit eten. Er stond een enorme file, dat is niet normaal. Ja, dat is Excel. Misschien dat we beter kunnen eten voordat we erin gaan. Ja. Want we moeten dan nog een uur of zo. Ja, een uur. Ja, we gaan hier dus lekker eten. Dat goede recensies. Nou ja, jij hebt het deze keer uitgekozen, ik gisteren. Dus, ja, klopt. Beetje voor wat, hoor wat. Ja, toch? Dat vertrouw je wel. Hey, make one.
Oh, cadeau. Oh, dat ziet er echt heel leuk uit, zeg. Welcome, sir. Welcome. Have a seat, have a beer. Leuk, joh. Oh, dit ziet er goed uit. Een lekker rompsteekje, dames en heren. Zo, daar zijn we weer. In het appartementje Veilig en Wel. Ja, maar na een lange, lange dag eigenlijk, hè? Ja, we hebben echt per dag bijna meer dan 10.000 stappen gezet. En we hebben dus echt de 13 parken aangetikt in 9 dagen. Ja, ik wil dat zeggen. Woe! Goed gedaan. Het is gelukt. Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat het allemaal zou lukken. Ja. Ja, we proberen toch een beetje, Hessel heeft natuurlijk dingen ingepland. En dan, het kan altijd een beetje uitlopen. Of een beetje, het is vooral heel veel uitgelopen ook, hè? Ja, soms lange dagen, joh. Ik bedoel, gisteren was het 12 uur. Ja, en soms... Toen waren we pas hier in het appartement, zeg maar. Ja, 12 uur s'nachts. En dan, of s'avonds, ja. Ja, jongens. En we hebben een keer natuurlijk 2:30 s'nachts zien worden, ook toen we een soort kussengevecht deden, maar goed. Ja, dat was een beetje laat. Dat is een beetje laat. Nou ja, in ieder geval, je bent ook een beetje op vakantie en dan moet je ook een beetje dollen, moet je een beetje gek doen. En weet je, dat hoort erbij. Ja, het hoort erbij dat je af en toe gewoon een beetje lekker, een beetje loopt te klooien met elkaar. Ja, gezellig. Nou ja, we hebben het heel leuk gehad, want we hebben dus elke dag een vakantievlog gemaakt. Mm-hmm. En tijdens het filmen van de vakantievlogs ook nog natuurlijk een review gemaakt met de hoofdcamera. En daarvan zijn al meer dan 800, 900 beelden geschoten. Die ik thuis allemaal ga bewerken natuurlijk voor een aparte losse video. En die komt dan elke zaterdag een review online. Wanneer dat komt, houd nog even in de gaten. Rustig aan. Ik wil ook eventjes weer een beetje op gang komen en... Ja, jij hebt nog een vakantie, dus... Ja, ik heb ook een soort vakantie nog even. Dus het komt allemaal goed. Het komt binnenkort eraan. In ieder geval 1 juli ben ik al in het Toverland voor de opening van 4 nieuwe attracties. Dus er komen er weer allemaal reviews tussendoor. Dus voor oktober moet het er allemaal op staan, want dan komt Halloween weer. Dus ik beloof dat het voor Halloween komt. Ja, dat komt wel goed. Ik bedoel, in juli, augustus, september moet dat echt wel lukken. Ja, absoluut. Ja, we hebben 1 park geen review van gemaakt. Dus eigenlijk zijn het er 12 die je gaat zien. En dat is het waterpark. Mm-hmm. Heel erg lastig om natuurlijk daar te filmen. Ze zijn en heel streng. En we hadden ook niet het verwacht dat we daar zouden gaan zwemmen. Nee, dat was ook een beetje tussendoor achteraf tussengekomen. Ja. Maar ja, inderdaad, waterparken zitten wel heel lastig qua reviewen. Ja. We hebben daar wel Rulantica kunnen doen, maar die zijn sowieso iets filmvriendelijker. Ja, Rulantica mag je filmen, Ik snap het, in waterparken, je loopt allemaal in zwembroek of bikini rond. Tropical Island? Ja, dat was ook heel... Maar vaak zijn ze dan wat meer gesteld op privacy van gasten. Dus, ja, klopt. En wij proberen natuurlijk ook niet zomaar vrouwen in een bikini te filmen. Natuurlijk logisch, kinderen... Mannen in speedo's. Ja, kinderen een no-go natuurlijk. Nee, absoluut. Dat is echt, als ik dan een camera heb, doe ik hem al automatisch naar beneden. No-go. Maar het is heel lastig. In een pretpark is het soms al redelijk moeilijk. Mm-hmm. Maar in bijvoorbeeld een zwemparadijs, dat is toch iets meer privé. Dus we hebben ook gewoon lekker een keer gezwommen en genoten in plaats van dat is ook camera. Ja. Dat moet ook wel een keertje. Ja. Hè? Nou ja, en achteraf de dag daarna meteen weer gezwommen in Valhalla. We hebben weer gezwommen in Valhalla, ja. Dat was echt... Kleren, hè? Oh. Ja, jij gaat het echt zien in de review. Het was echt bizar. Echt bizar. Ja. Maar goed, je ziet ook hier, we hebben allemaal merch. Ik had een stream net gedaan, ook op twitch.tv/DaVincioGames. Kan je altijd nog een keer langskomen. Maar dat was de laatste stream vanuit Engeland. We hebben 2 streams gedaan, want hier is het internet gewoon helemaal top. Ja. En ik had ook gezegd op de streams van, joh, als het internet goed is, dan doen we een streampje en weer een kookstream. Doen we altijd 1 kookstream per vakantie maken. Ja, dat is ook wel leuk om gewoon een keertje thuis te koken. Ja, ja. Maar dit was wel wat kleiner, dus... We hadden niet veel kookplaatjes. 1 grote en een wat kleinere, dus het was een beetje krappies. Dus we hebben nu gewoon lekker uit eten geweest. Ja. En lekker voor de laatste afsluiting. Ja, en een klein oventje hier, dus dat is ook niet handig. Nee, het is niet zo groot hier. Maar goed, morgen gaan we weer terug naar Nederland. Ja. We zullen wel weer een klein vlogje onderweg schieten misschien. En anders dan zie je geen vlog. Nee, precies. Dat kan ook. Verrassing, ja. We kijken wel even hoe het loopt. Ja, precies. Nou, laat gewoon even voor deze vlog een duimpje achter. En ben je nog niet geabonneerd, klik dan op abonneren. Ik zou zeggen tot, wie weet, de volgende vlog. En ik ga nog sowieso een vlog maken met wat meer uitleg of meer laten zien van de merch die we hebben gehaald. Dus verwacht nog een vlog van 2 uur? Bijna wel, ja. Ik wou net zeggen, als je overal wat over kan vertellen. Ja. Ja, we hebben de banaan alvast. De banaan, ja. De banaan. En trouwens, dit was niet een hidden object in de video's. Nee. We hebben nog steeds niks verborgen.
Er is niks. Er is niks. Nee, echt niks. Ga niet zoeken. Ja, is... je mag zoeken, maar je vindt niks. Nee, er is echt helemaal niks. Dus we hadden natuurlijk vorig jaar de bussen. Nou, dat was echt... Er was één iemand die het goed had gegokt. Gegokt nog wel. Ja. Zelfs dat we het busje hadden verstopt in de metro. Dat we even 1 seconde voorbij gingen. En dan snel die bussen oppakken en meenemen. Dat was wel gemeen hoor. Ja, dat was... We waren heel geniepig bezig. Heel geniepig, ja. Maar het was wel tof. Ik bedoel, we hadden er zelfs eentje... Volgens mij in dat kratje van mij gestopt. Dat je echt maar een heel klein stukje erop zat. Ja, echt een rood stukje. Yes. Ja. Wel een uitdaging. Ja. Nou ja, de uitdaging was ook om dit te halen. En te filmen. En het is geslaagd gelukkig. Dus, nou ja. Yes! Dat was niet... Juist, dat is beter. Ja. Tot de volgende misschien wel. Doeg! Doei! Vincent, wat ben jij nou doen? Ja, dat denk ik... Dit is stijl. Is het kunst? Stijl. Ja, sowieso. Nou, goedemorgen iedereen. Welkom bij deze nieuwe, frisse, fruitige vlog natuurlijk. We gaan vandaag weer terug naar Nederland. Oh. Oh. Ja. Wel een beetje gaar. Kan ik begrijpen na heel vandaag. Mijn motor moet nog even starten vandaag. En dan op een gegeven moment dan rolt hij door. En dan gaat hij tot 1 uur 's nachts door of 2 uur. En dan komt het helemaal goed. Nou ja, dat komt vast wel goed vandaag dan. Ja. Ja, we gaan misschien hebben we nog een kleine verrassing op de terugweg. Maar we gaan kijken of dat lukt. Heel misschien. Heel misschien. Dus blijf kijken en dan zie je het vanzelf. Ja, dit was hem. We nemen afscheid van dit, ons kleinste appartement. Maar het was wel heel schoon en netjes. Ik vond het echt heel leuk. Het was best netjes toch? Ja, toch? Nou, we gaan inpakken. En het viel mij op dat echt, ja, bijna iedereen loopt ook in schooluniform. Het is heel netjes ook, hè? Ja, dat is volgens mij weer zo'n policy hier in Engeland. Dat kinderen op school allemaal een schooluniform aan moeten. Ja. En volgens mij gaat het ook ongelijkheid tegen, dacht ik. Dus dat iedereen hetzelfde gekleed is. Niet dat iemand in een Vibra shirt loopt en de ander in een Gucci shirt, zeg maar. Oh, zo ja. Maar het ziet er ook een beetje Harry Potter uit, vind ik soms. Met die stropdassen en dan met die kleuren. Ja, maar het is geen groot gewaad en ze hebben geen toverstaf in hun hand, hè. Je weet niet wat er in die tasjes zit, hè? Dat is absoluut waar. Zo, daar zijn Jut en Jo weer. Ja, lekker onderweg weer. We zijn nog ongeveer 3 kwartier onderweg en dan komen we aan bij de tunnel. Ja. En dan mogen we weer lekker onder water door naar Frankrijk. Ja, moet je wel weer goed even je adem inhouden, hè? Ja, voor ongeveer meer dan een half uur, 35 minuten zoiets. Ja, dat klopt, ja. Nou, het komt helemaal goed. We hebben geoefend in het waterpark. Nee, het is hartstikke mooi geweest. We hebben heel veel gezien. Misschien wel meer dan de vorige reis, denk ik. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Hè? In ieder geval meer van Nederland. Ja, zeker. En dat was echt een hele leuke ervaring. En hopelijk hebben jullie ook genoten. Ja, de verrassing houden we nog eventjes stil. Het wordt wel iets heel leuks, denk ik. Dat denk ik ook wel. Ja, iets een nieuwe ervaring voor ons beiden. Ja, en iets van, iets van we allebei nog niet hebben gedaan. Nee, dus je gaat het zo zien. Maar het is pas in Nederland dat het gebeurt. Dus een kleine hint mogen we al geven natuurlijk. Ja, maar wat zou het zijn? Ja. Nou ja, goed. We gaan er zo meteen met de tunnel mee. En dan zien we je weer terug dadelijk. Hoop ik. Op het Europese vasteland. Inderdaad. Gaan we naar fixen op Q-Music. Ja, we horen al Belgische zender Q-Music. Checken, want ik heb het al. Mooi broekhuis. Ja hoor. Ja, daar zijn we weer, hè. No pet. Nou, dit is een bewijs dat we zeg maar weer met de Eurotunnel gaan. Zo, wat een bak staat hier, joh. Ja, dat is eigenlijk de verrassing van Hessel. Die heb ik voor me gekocht. Nou ja, het zou wel leuk zijn. Leuk cadeautje, Hessel. Ja, toch? Ja. Ja, net een beetje gekkig. Ik was aan het uitrekken, maakte een gek geluid. Maar het raampje stond open, dus een man vroeg, you're alright. Ja, wel leuk, hè? Ach ja, kan gebeuren, toch? Beetje gekkigheid. Beetje gekkigheid. Ja, mensen zijn te serieus soms, weet je niet? Soms wel. Daar hoort een beetje gekkigheid bij. Ja, en je bent ook vrolijk, want je gaat weer terug naar je eigen eilandje. Zo moet je het zien, toch? Ja, een beetje. Ja. Nou, we moeten over 3 minuten al, zeg maar, de trein op. Dus we kunnen nog even kort rondkijken, maar niet te lang. En hebben we nog iets nodig? Geen idee. Nou, Starbucks vind ik altijd lekker. Ja, ik wil net zeggen, jij zit daar vast om aan te kijken. Ik vind die warme chocomel echt lekker van de magie. Lekker overpriced. Kijk nou, auto van Cars. Wat goed. Ja, mate! Ja, Hessel zag dat die 11 sporen zijn. 11 sporen die leiden naar 1 spoor.
En die gaat dan natuurlijk naar Frankrijk. Nou, we zijn ruim op tijd. We zouden over 20 minuten moeten vertrekken. Het is nu 10:30. Dus ja, we gaan weer in de trein. En ik weet niet of we nu beneden of boven gaan. Dat is de vraag. Maar dat gaan we vanzelf wel even zien natuurlijk. De eerste rij gaat boven en de tweede rij blijft beneden. Ik ben benieuwd. Nou, we blijven lekker beneden dit keer voor de verandering. Het is lekker krap, maar als het goed is moet het allemaal passen. Als het goed is wel. Ja. Ja, kijk eens, daar zijn we in Frankrijk. Oui, oui. Ja, in Frankrijk, momenteel. Oui, 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 oui. Oui, oui. Stokbrood. Baguette. Baguette en chocola. Lekker. Ja, een goeie, maar we gingen gewoon even met elkaar praten natuurlijk van wat zijn nou de voordelen van Frankrijk? Noem er drie. Nou, we waren met eentje waren we het er mee eens en de andere twee, dat was nog even onderlinge strijd. Ja, de pretparken in Frankrijk zijn best leuk. Ja, pretparken zijn leuk, Disney natuurlijk vooral. Ik vind zelf stokbrood is wel een groot voordeel. En ja, ik ben zelf wel een brie fan. Brie? Gewoon lekkere, van die lekkere smeurige kaas. Ja, ik wilde eigenlijk voor de wijn gaan, de Franse wijn. En ik wilde gaan voor het landschap. Ja, die laatste kan ik wel mee instemmen nog. Ja, toch? Ja, het landschap is natuurlijk prachtig. En vooral als je natuurlijk een beetje naar het, even kijken, het zuiden gaat van Frankrijk. Ja, ja. Dan heb je echt de Alpen, hè? Ja, ja, een beetje richting ook een beetje het oosten, zeg maar. Ja, ja. Ja, dan wordt het heel heuvelachtig. Juist. En dan kan het heel mooi eruit zien. Dus ja, misschien weten jullie nog leuke voordelen. Noem maar 3 van Frankrijk, zou ik zeggen. En dan gaan we door naar België. Noem 3 voordelen van België. Nou, ook wel leuke pretparken. Ja, ook algemeen weer pretparken, ja. Friet. Ja, maar ik heb vorige keer friet op in België en het was heel slap. Slap? Ja, en de mayonaise was niet lekker. Ah, dan heb je geen goede friet gehad. Nee, nee. Maar zeggen het wel, friet is natuurlijk best in België. Dat ja, klopt. Ik moet zeggen, je hebt overal die frietkots, dat is altijd wel lekker. Ja. Als, ik bedoel, als je een klein bakje krijgt, krijg je al zo'n bak, ja, zeg maar. Ja, dan krijg je gelijk voor 5 personen, krijg je eten. Ja, ik weet niet, in België, wat heeft er over België voor voordelen? Ja, niet de wegen. De wegen niet, die komen op de laatste plek, denk ik. Dat denk ik ook. Mensen zijn best vriendelijk. De sociale mensen, ja. Absoluut. Zou dat alle Belgen? Ja, sowieso natuurlijk. Nee, maar echt, die mensen zijn altijd beleefd. In spraak, in gedrag, dat is echt zo, 100%. Ja, we weten dat het normaal is in België, maar het is altijd heel leuk als je zeg maar met u aangesproken wordt. Ja, al is het, heeft u dat ook? En dan heb je zoiets van, ja, nou... U, ja, dat hoeft niet met u. Nee, maar dan helemaal je zeggen hoor. Zeg maar je. Maar ja, dat is gewoon het standaard. Ja, het standaard iets, ja. Nou, we gaan dus langs Frankrijk, langs België, richting Nederland. En daar is hopelijk de surprise. Daar gaan we wel. We gaan ervoor. Oké, okay. Tot zo. Poh, dat is mijn merk, jong. Poh, ja, dat is toch mooi in Nieuw-Holland, hoor, Nina. Poh. Oh, leuk ding. Ja, jij kon gewoon zien wat voor merk dit was. Ik heb het niet. Ja, dat krijg je als je heel veel met trekkers werkt. Ja. Ja, we gaan gewoon nog naar een nieuw pretpark in Nederland. Ja, ongelooflijk. Niet? Ja, het lag op de route, waarom niet? Ja, we zijn er nooit geweest. Dus, nooit geweest. Staat een achtbaan, wat flat rides, een indoor gedeelte. Dus ja, leuk toch? Laten we maar even kijken voor de grap. Ja, toch? Ja, Hessel, we zijn binnen. Ja, toch wel mooi, hè? Ja, want dit park is geopend in 2009, hè? Ja, was het begonnen als een soort van miniatuurpark. En dat miniatuurpark dat ligt dus hierachter. En dat is dus een beetje uitgegroeid met een paar attracties aan die kant van het park. Wauw, dus, nou, we gaan snel kijken. Want het zijn allemaal bekende gebouwen vanuit Zeeland, geloof ik, hè? Uit Walcheren. Dus dat is ik geloof dat Walcheren een beetje dit eiland is. Ik ben niet zo heel bekend met Zeeland, dus sorry daar alvast mee. Maar zullen we even kijken? Ja, is goed. Ja, ik kom natuurlijk uit Rotterdam, dus ja, Zeeland ligt voor mij eigenlijk bijna naast de deur. Maar ik kende dit park helemaal niet, dus het is heel leuk om dit te zien. En ik zie zelfs interactie bij de miniatuur, wat leuk. Hessel, wat heb je gedaan, jongen? Ik heb een brandje laten ontstaan. Maar kijk, er wordt al geblust. Oh, kijk nou, er wordt echt geblust ook. Oh, en de koe zit te plassen erachter. Oh nee, oké.
Maar wat mij opvalt is eigenlijk daarachter die reus. Dat is namelijk de reus van het land van ooit. Ja, dat is leuk om te zien. En eigenlijk heel erg nostalgisch, want hij kijkt eigenlijk over de hele miniatuurstad. Fantastisch. Oh, die gebouwen zien er echt prachtig uit. Je kan ook zo dichtbij komen. Ja, de klok luidt. Nou, over attracties gesproken. Er staat een achtbaan in het park. Ja, als het goed is staat achter in het park een klein achtbaantje. Dus eigenlijk moeten we die nog wel even proberen. Ja, ik ben wel benieuwd. Nou, kunnen we langzaam die kant op. Ja, richting de reus, hè? Ja, lopen we even langs de reus toe. Maar ik zie ook een enorme boot. Ik weet niet of dat de boot bij Europoort is. Nou, even kijken. Nee, dat is een andere boot. Dat is een andere, ja. De Zeeland Cruiseboard. Ik wist niet eens dat ze dat hadden, joh. Wauw. Ja, dit is natuurlijk wel echt een kinderpark. Binnen ook een heel mooi gebied waar kinderen kunnen spelen. Mm-hmm. En hier buiten hebben ze ook best wel een groot terrein ook. Ja, nou, ik zie toch wel een stuk of 3-4 attracties staan hier. Ja. Dus ja, er rijdt ook een treintje rond nu momenteel. Ja, dat is echt leuke dingen hoor. Ja, een sleepbootje hier. Ja, zo'n beetje zo'n rocking tukje hier weer beweegt. Ja, en het is natuurlijk niet echt een hele grote baan, maar het is wel een hele leuke speelse. En ik zie daar nog iets heel leuks. Ik ga even kijken, want dit is een soort indoor gedeelte. Jeetje, wat kan je dicht bij die poppen komen? Ja, het zijn sprookjes, ja. Nou ja, kijk nou. Wat leuk zeg. Hier de wolf. Dat kapje natuurlijk. En Peter Pan, mag niet ontbreken. Wat leuk joh dit. En natuurlijk Aladdin. Met de lamp, de zwevende lamp. Pinocchio, ja, duidelijk, sowieso. Oh, kijk. Tinkerbell er ook nog bij. Wat leuk joh, vooral met die muziek. Wat grappig. Ja, de achtbaan is nu nog even stil. Maar er is als het goed is iemand die alle attracties, ja, zeg maar stuk voor stuk, één voor één, operationeel laat gaan. Zeg ik dat goed, Hessel? Ja, als het goed is, wat is... om en om bediend, afgewisseld. Ja. Hele mooie speeltuin. Ziet er heel nieuw uit. Mooie draaimolen daar. Ja, Hessel, dit zou officieel onze laatste achtbaan zijn voor de hele trip. Dit zou dan wel inderdaad de laatste achtbaan van alles zijn. We hadden gedacht gisteren de Stealth. Maar stiekem is dit ook wel een hele leuke afsluiter. Ja, toch? Het is toch weer een nieuwe credit in Nederland. Dus, en iets minder hoog. Ietsje. Heel klein beetje maar. Bijna gelijk. Nou, daar gaan we dan. Ik ben weer benieuwd. Leuk baantje. Hij is lekker speels ook. Daar voorin liggen zandzakken, dus daar kan ik helaas niet zitten. Het is al best wel. Ja, het is best lekker toch? Ja, toch? Tweede rondje. Oh, die bakjes komen tegen elkaar. Ja, dat is een aardig aan, hè? Ja, joh. Wow. Ook een heel mooi design voor een gebouw. En we gaan nog heel even door de miniatuurtuin, want... ja, die vonden we ook wel heel erg leuk. Je hebt daarachter ook nog wel voor kinderen nog een speelplaats. Een soort grote zandbak. Wat glijbanen ook. Maar dit blijft ook wel heel leuk om doorheen te wandelen. En vooral door die interactieve elementen dat er af en toe wat gebeurt. Dat maakt het echt heel erg vermakelijk. Wat me al opvalt, meestal is het heel erg afgeschermd. Hè? Hoge hekken, je kan er nooit bij komen. Het is niet de bedoeling dat je natuurlijk door die gebouwen heen gaat lopen. Maar het is allemaal zo vrij en dat maakt het ook wel heel interessant. André Rieu hier natuurlijk. Ken je dat nummer? Ja, ja. Ja, bekend hè? André Rieu is niet vanaf Zeeland hè? Dat nee, Limburg. Ja, Limburg. Ja. En daar een enorm kantoorcomplex lijkt het net. Schitterend. Zoutelanden. Ja. Ja. En dan zitten we hier in Zoutelanden. Ja. Mooi gebouw erachter zeg. Jeetje.
Nou, wel weer een leuke afsluiting, Essel. Ja, toch? Is toch leuk om even te zien zo, toch? Ja, inmiddels is het bijna 3:30, dus wij gaan nu dadelijk wel echt richting huis. Om lekker bij mij eten. Ja, precies. En dan ga je naar huis zien. En dan hebben we een mooie afsluiting. Okay. Monniken, oh. Ja, dit was Mini Mundi. Voor ons natuurlijk iets minder om te doen. Maar het was wel heel gaaf. Het was compact, het was verzorgd. Het park zag er goed uit. En ja, ik vond het leuk. Ja, ik vond het ook wel leuk om te zien. Ja, toch? Het is ons 14e park, Essel. Ja, toch nog een extra park erin gekregen. Bizar, ongelooflijk. Je haalt het nou, 14 parken in 9 dagen. Dat is echt 10 inmiddels. Ja, zoiets. Veel. Ja, het zijn er veel geweest. Nou, hopelijk vond je het leuk. We gaan in de auto en terug naar huis. Ja, eindelijk. Eindelijk. Hessel, een klein vraagje. Nou, zeg het eens. Wat was nou het toppunt van de hele vakantie? Ja, Mini Mundi natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar? Nee, vind ik een lastige als ik eerlijk ben, want we hebben echt heel veel hoogtepunten gehad. Ja, dat is het juiste antwoord. Dat is gewoon, er is geen beter antwoord dan dat. Er is niet één ding wat eruit stak. Het was eigenlijk elk park had wel iets leuks. Juist. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen, dat was het leukst. Goed uitgekozen. Echt heel goed. Ja, het is lastig. Ja, nou, we zijn dadelijk terug bij mij op de kamer. Ja. Nou, de GoPro van Hessel wordt al ingeladen. Ja, dat is wel meteen handig om te doen, hè? Ja, toch? Dus 17 gig via WeTransfer versturen. Wat vind je van de kamer? Ja, ik vergeet altijd hoe krap jouw kamer is. Het is, als mensen denken op stream, het ziet er best groot uit. Nee. Achter de camera houdt het ook echt op. Ja, zeg maar. Echt, hier zit echt allemaal spullen en zo. Dat is echt niet normaal. Nou mensen, dit was de. Ja, dit waren de video's eigenlijk. Ja, het einde van de vakantie is nu echt op ten einde. Ten einde, ja. Helaas. Maar hopelijk hebben jullie genoten, net als wij natuurlijk, van al die vakantievlogs. En wil je meer van dit soort video's, laat het weten. Maar we gaan misschien nog wel dit jaar iets doen. Ja, laat ik zo zeggen, we zitten zo te denken van misschien later dit jaar nog een keertje weer op pad. Zou leuk zijn natuurlijk. Ja, toch? Het geld groeit ons niet op de rug. Dat is een ding wat zeker anders is. Deden we dit 24/7. Absoluut. 365 dagen per jaar, maar... Deal. Nee, maar dat komt goed. Houd het in de gaten. Bedankt allemaal voor het kijken, voor jullie support, voor jullie leuke reacties. Ja. En ik zou zeggen, tot de volgende keer weer. Ja, tot de volgende trip. Doeg! Ja.